Zo, welkom op mijn terrein bij de stookavond van de Heidesmid. Vanavond leren we optimaal stoken, want we willen natuurlijk optimaal rendement van onze houtkachel. Nou, ik denk dat ik prima kan stoken, maar waarschijnlijk kan ik toch nog wel wat leren. En u ook. Dus fijn dat u kijkt. U kunt vanavond al uw vragen stellen. Die gaan we zoveel mogelijk beantwoorden. Ongeveer een uur, anderhalf uur genieten van een fikkie en van elkaar. Dus ik zou zeggen, pak een kopje koffie, biertje erbij. En dan gaan we naar binnen, kacheltje aanmaken. Zo. Nou, welkom in mijn woonkamer. Hey mannen. Daar zit Joris. Hallo. Verkoopleider. Ja. Bij de Heidesmid. Normaal zit je niet op mijn bank, hè? Nee, normaal niet. Bij wijze van hoge uitzondering. Jij gaat vandaag alles uitleggen. Ja. In de hoek zitten twee mannen. Oh, Eddie en Jelle. Jullie zijn, jullie gaan de chat doen. Ja, klopt. Dus u kunt alle vragen stellen als het gaat om stoken. En dan gaan wij ze hier beantwoorden. Of zij beantwoorden ze, of ze komen hier terecht. We zijn allemaal getest. Dus het gaat heel goed met ons, hè? Ja, wij mogen wel hier samen zijn, even voor de duidelijkheid. Laat ik beginnen met hout stoken. Doe mijn jas even uit, want het is ook lekker weer om te stoken. Hoe verantwoord is dat nou? Want je hoort best wel veel. Ja, mijn zender is handig. Ja, jouw zender, ja. Hoe verantwoord is dat dat je gaat stoken? Want ik ben heel erg dol op mijn kacheltje. Maar ja, je hoort daar ook best wel veel geluiden over. Ja, klopt. Moeten we dat nog willen? Ja, nee, we moeten dat zeker nog willen. Ja. Het is natuurlijk sfeervol. Je krijgt er warmte van. En als je maar goed stookt, dan hoef je eigenlijk niet voor overlast te zorgen. Nee, want dat is wat je ons vandaag gaat leren. En nou stook ik al jaren. Ja. En dan denk ik, ja, wat kan ik nou nog leren? Maar er valt echt nog wel veel te vertellen. Ja, heel veel mensen denken dat ze goed stoken. Mm-hmm. Maar dat komt natuurlijk door de historie van vroeg. En ook het stoken is aan verbeteringen onderhevig. Ja. Dus door de tijd heen wordt het stookgedrag zeg maar aangepast om het beter voor elkaar te krijgen. Ja. Dus betere verbranding, minder uitstoot, schonere ruit, noem maar op. En dat kun je gewoon voor elkaar krijgen door op een goede manier te stoken. En, daar en hoe je ook moet stoken, hè? Want dat doe jij ook op een hele speciale manier. Mijn huis is vol met mannen. Cameraman heb ik nog niet genoemd, Joppe. Dit is meneer Nielson. Die komt af en toe ook voorbij. Ja, jij woont hier, hè? We gaan een kachel aanmaken. Hoe lekker is dat, Nielson? Nou, beginnen we eigenlijk met de vier pijlers. Ja. Wat zijn de vier pijlers van goed stoken? Om zeg maar goed te kunnen stoken, moet je vier pijlers hanteren. Op de eerste plaats heb je een goede kachel nodig. Mm-hmm. Dan heb je een goede installatie nodig. Bij die installatie hoort niet alleen het rookkanaal, maar ook de ventilatie, beluchting, uitmonding, noem maar op. Daar gaan we dadelijk ook nog over hebben. Uitmonding is mijn schoorsteen. Uitmonding is de schoorsteen, dus dat is de pijp waar die op het dak naar buiten komt. Ja. Nou, dan heb je, en daar hebben wij zeg maar als branche weinig invloed op, daar moet je zelf gewoon voor zorgen. Dan hebben we gewoon een goede kwaliteit droog op haardhout nodig. Mm-hmm. En je moet leren stoken. En dat gaan we vanavond weer uitleggen hoe je dat het beste kan doen. En nou is het buiten best wel lekker weer nog. Ja. Terrassen zijn dicht, dus iedereen zit natuurlijk gewoon lekker te kijken. Kan dat dan wel? Kun je dan wel hout stoken als het buiten echt warm is? Ja, het zou mooi zijn geweest als het buiten nu zeg maar iets kouder was geweest. Ja. Dus dan heb je iets meer temperatuurverschil met binnen en buiten. En hoe minder temperatuurverschil, of hoe meer temperatuurverschil, hoe beter het trek je in het rookkanaal hebt. Ja. En hoe mooier een kachel zal gaan branden. Okay. Dus, maar ik denk dat het op deze manier dan wel goed komt. Hier zit een superstoker, hè? Ja, dus dat moet gaan lukken. Ja. Okay, dus we hebben het toestel, de installatie, de brandstof en de stoker. Ja. En dat zijn de vier dingen die we gedurende het komende uur zeg maar, gaan behandelen. Ja, dus zeg maar, wat we eigenlijk nu gaan doen is uitleggen hoe je een modern vuur in een moderne kachel maakt. Ja. Is dit een beetje modern kachel? Ja. Is oké? Okay? Ja. Dus je was wel blij toen je hem zag. Ja. En wel het ruitje schoongemaakt, toch? Maar dat moet ik dan wel eerlijk toegeven. Ja, dus de ruit hebben we wel schoongemaakt. Waarom dan eigenlijk? Nou ja, je wilt sfeer zien. Ja. Je wilt sfeer hebben. Dus dan is het wel fijn om ook het vuur te kunnen zien. En als we nou gaan stoken zoals jij het gaat leren, hè? Dat heet de Zwitserse methode. Dat is het aanmaken, ja. Oh, oké, dat is alleen het aanmaken. Dat is alleen het aanmaken noemt men de Zwitserse
methode. Okay. En dat houdt eigenlijk in dat het vuur van boven naar beneden moet gaan. Ja. Dus als je vroeger ging je de kachel aanmaken, dus krantenpapier op de bodem, piramide hout er zo overheen. Ja. En dan onder werd die krant aangestoken. Nou, wat je dan krijgt is dat die krant natuurlijk begint te branden en het hout onderin brandt ook. Maar het hout wat erboven zit, komt niet tot ontbranding. Nee. En dat begint te kwalmen en te dampen. Dus als je bij iemand ziet die net de kachel aan heeft gedaan, het is ene kwalm wat er uit die schorsing komt, ja, dan maken ze de kachel gewoon verkeerd aan. Ik heb nu al een nieuw woord geleerd. Ja? Kwalm. Kwalm, ja, rook. Ja, dat komt, dat is rook. Ja, sorry, okay. Dat is een beetje achterhoeks door elkaar. Nee, helemaal goed. Ja, dat moet ik ook leren. Dus ja. Ik woon er tenslotte. Nou, laten we beginnen met het stoken dan. Ja. Ja, dat jij hem aan gaat maken. Gaan we doen. En daar ga ik heel goed op letten. En Nielson ook, denk ik. Nielson, moet jij wel even aan de kant, anders kunnen we het niet zien. Kom maar hier. Nou, de ruit hebben we schoongemaakt. Ja. Ja, dat kun je het beste elke keer doen voordat je zeg maar de haard aanmaakt. Dan is het ook een kwestie van bijhouden. Hè? Dan hoef je eigenlijk met 20 seconden, 30 seconden heb je die ruit al schoon. Okay. Dus doe je heel eenvoudig. Je pakt een stuk poetspapier. Dat ligt nog in de kachel. Poetspapier in de kachel. Je spuit het op het poetspapier en dan maak je de ruit schoon. En waarom doe je dat? Zo? Omdat het die ruiten reinigen is toch wel agressief. Als je dat op de lak zou spuiten, dan krijg je allemaal van die vlekken die van ik die ook vlekjes. Heb. Ja, een paar vlekjes zitten erop, maar dan krijg je vlekjes. Ja, dus spuit je het in de kachel, dan weet je zeker dat het niet op de lak komt. Goed. En dat is de bedoeling. Nou, nadat je de ruit schoon hebt gemaakt, mag je gewoon in de as blijven stoken. Je hebt verschillende soorten kachels. De ene kachel die heeft luchttoevoer van de onderkant nodig. Mm. En de andere kachel heeft lucht van de bovenkant nodig. Nou, deze heeft lucht van de bovenkant nodig. Dus dan mag je gewoon in de as boren stoken. Ja. Ik dacht ook dat je de as er sowieso niet uit moest halen. Maar dat klopt. Okay. Je mag gewoon in de as stoken. En het is ook beter voor de bodem om in de as te blijven stoken. Ja. Maar er zijn kachels met een rooster. En kunnen ook functioneren als ze lucht via de onderkant hebben. Ja. En daar moet je wel voor zorgen dat je dan een beetje de as bij het rooster weg hebt, zodat hij wel via de onderkant lucht kan krijgen. Helder. Dus er zijn gewoon meerdere manieren, zeg maar, hoe een kachelfabrikant een kachel goed aan het branden kan krijgen. Maar goed, als je bij jullie een kachel koopt, dan leg je dat uit natuurlijk, hè? Ja. Alle kachels. Kijk, maar alle kachels die wij verkopen, die voldoen aan de Ecodesign 2022 regelgeving, maar daar komen we straks nog even op terug. Ecodesign, oké. Okay. Nou, hoe gaan we de kachel aanmaken? Eerst zet je de luchttoevoer helemaal ver open. Ja. Ruit heb je schoongemaakt. Nou, dan heb je het gekloofde hout. Daar gaan we straks ook nog iets meer over vertellen. Maar je gaat dus een aantal blokken pakken. En die leg je met de gekloofde kant naar boven. Wat is de gekloofde kant? Dit. Oké, zo. Dus de barst is echt moet heel dom wat ik nu zeg. De barst moet naar beneden. Oké. En dat heeft te maken dat barst minder snel brandt dan de gekloofde kant van de hout. Wat geleerd. Dus dit leg je zo in de kachel. Oh, leuk dit. Ik vind het leuk. Ja, is het. Is het ook. Nou, dan pak je een goed handvol met aanmaakhoutjes. Mag dat gewoon een pallet zijn die je aan boord zaagt of zo? Ja. Je kunt ook doen, ik heb daar geen pallet die ik kapot kan zagen. Dus ik pak gewoon een gekloofd houtje. En die maak ik In kleine stukjes. Ja. Dus die maak je gewoon net zo klein als je dus niet moet doen is geschilderd hout of geolied of zo. Nee. Dat mag echt niet. Nee. Hè? Daar komen we straks ook nog over op terug. Maar dat kun je beter niet doen. Want zeg maar, als je bijvoorbeeld geverfd hout zou stoken, dan kunnen er zeg maar chemische, agressieve stoffen ontstaan. Ja. Die zeg maar het rookkanaal helemaal opvreten. Ja, en dus dat komt ook in de buitenlucht. Dat willen we natuurlijk ook niet. Dat moet wel een beetje. Je maakt echt daar een soort van micro-ding van. Ja, dan leggen we gewoon de houtjes op elkaar. Dit heb ik nog nooit gedaan, Joris, zo. Nee, maar dit is. Kijk, en waarom doe je dat? Kijk, met die piramide gaat het vuur van onderen. En nou gaat dadelijk het vuur van boven naar beneden. Dus en dan het vuur, pakt hij al het hout. Ja, het vuur komt in aanraking met het hout en dat hout brandt. Ja. Dus je zult dadelijk ook zien dat je bijna geen rook van dit hout krijgt. Dus de eerste aanmaakfase is al bijna rookloos.
Ja. Dus je hebt ook minder aanslag op de ruit, minder aanslag in het rookkanaal. En je ziet niet meer die kwalm, die rookplein uit de schoort. Uit de schoort komen. Kijken de mensen, mannen? Ja, zeker. Ja? Hebben jullie al vragen? Nog geen vragen. Je mag vragen stellen, hè? Alles mag. Ja, zeker. Ja, mooi toch? Een piramide. Kijk nou, hebben we aanmaakblokjes? Wat is dat nou weer? Nou, dan heb je allemaal verschillende soorten. Je hebt van die witte. Oh, mag ik er een? Je hebt van die bruine. Het is gewoon een soort van mie. Ja, kijk en dan. Dit is met een vet, een olie. Wat dit is met? Het zijn gewoon houtkrullen. Ja, met een of andere olie erin. Nou, dan leg je er gewoon bovenop. Leuk. Doe er twee zou in principe voldoende moeten zijn. Eentje kan ook. Nou, steken we gewoon aan. En dan begint hij rustig te branden. Nou, afhankelijk van de trek, doe je de deur helemaal dicht. Of je laat hem op een kiertje staan. Oh, dat kan ook nog. Dat je zo ook nog wat lucht toevoegt. Ja, en op deze manier krijgt hij extra lucht. En zal hij iets sneller gaan branden. Dat moet je ook niet te lang doen, want dan vliegt er weer te veel hitte door de pijp weg. En dan komt die kachel ook niet op temperatuur. De bedoeling is dus nu dat de kachel rustig op temperatuur komt. Rookkanaal wordt nu ook rustig op temperatuur gebracht. En dan gaan we gewoon even kijken wat die kachel dadelijk doet. Ja, ik vind het fantastisch uitzien nu al. Ja. En word je een beetje blij vanwege de buiten- en de binnentemperatuur? Ja, dit gaat goed. Ja? Ja. Nou zei je het toestel, dat is een van de vier pijlers, hè? Ja. Wat is nou het verschil qua rendement met een open haard en een houtkachel? Als je dus een eco-design houtkachel hebt, dan praat je over een rendement van minimaal 75%. Een beetje goede kachel zit al in de buurt, 80, zelfs 85%. Heb je een open haard, dan heb je zelfs heb je maximaal 10 tot 15% rendement. En als je pech hebt, heb je een negatief rendement. Negatief, wat betekent dat? Een negatief rendement. Nou, wat houdt dat in? Als je zeg maar overdag de kamer warm stookt met een centrale verwarming. Ja. En je gaat s'avonds die open haard aandoen. Die open haard die geeft ongeveer 2 kilowatt aan warmtestraling in de kamer. Mm-hmm. Omdat je die kamer op temperatuur hebt gemaakt, gaat er voor 3,5 kilowatt door dat grote gat door het rookkanaal naar buiten toe. Dus je stookt dan echt voor de buitenlucht? Ja, dan stookt je echt voor de mussen, echt voor de buitenlucht. Dus dat heeft, maar zeg je dan van weg met die open haarden, neem een houtkachel? Ja. Want als je stookt, dan wil je ook dat iets doet natuurlijk. Ja, en als jij een kachel hebt, een eco-design kachel. Ja, zo'n kachel is gewoon getest in een laboratorium. Heb je een goede verbranding. En wat zorgt voor die goede verbranding? Nou, doordat je die kachel zeg maar, aan de binnenkant voorzien hebt van vuurvast materiaal, en dat kan keramische plaat zijn, dat kan vuurvaste steen zijn, een betonsoort zijn. Want het zorgt ervoor dat je een kerntemperatuur in het vuur krijgt van 800 graden. En bij die 800 graden, dan heb je een volledige verbranding. Mm. Nou, en dat moet je dus minimaal hebben in de kachel. En hoe kun je zien dat je aan die 800 graden zit? Je kunt eigenlijk gewoon ervan uitgaan, als jij een gloedbed hebt over de volledige stookbodem van de kachel, dan mag je ervan uitgaan dat jij op die 800 graden zit. Wat houdt dat in? Als jij dus een grote kachel hebt en je gaat in die grote kachel een klein vuur maken, komt die nooit op die 800 graden. Dus je ook als jij een grote kachel hebt en een klein vuur maakt, heb je nooit geen goede verbranding. Dus dan moet je echt wel ook een behoorlijk fikje stoken? Juist, ja. Je moet echt, en daarom heb ik nu ook zeg maar 3 van die blokken hout op die kachel gedaan. Heel stom. Ja, je bent lief. 3 blokken hout op die kachel gedaan met die aanmaakhoutjes. Dus dat vuur gaat dadelijk naar beneden en dat zullen we dadelijk ook zien. Als dat eenmaal brandt, dan hebben we de gloedbed en dan kun je ook vanuit gaan dat je op die 800 graden... Ja, en dan zit hij heel breed. Dus dan pak jij de hele... Daarom pak je ook die hele breedte van die kachel. Ja. 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 En mensen thuis kunnen het nu prachtig zien. Dit is Teun trouwens. Er is nog een man in huis. Ik leef met een heleboel mannen eigenlijk hier. Eco-design, dat is dus een soort keurmerk wat je op je kachel hebt. Ja, dat is een minimale... zeg maar eis waar dadelijk de kachels in Nederland die verkocht gaan worden aan moeten voldoen. Allemaal? Ja. En dan wil ik even terugkomen op de open haard. Ja. Die 15% rendement. Als je zeg maar door de straat loopt in het dorp en je ruikt een kachel, dan is dat in 9 van de 10 gevallen gewoon een open haard. Ja. Omdat die open haard, die kan nooit op die 800 graden kerntemperatuur komen. Nee. En waarom is dat? Door die grote sparing
gaat er zoveel lucht vanuit de woonkamer langs dat vuur. Ja. En koelt dat vuur gewoon af. En dan heb je maximaal een kerntemperatuur van 400-500 graden. Ja. Heb je nooit een goede verbranding. En hoe zat dat vroeger dan? Want die echte oude boerderijen, nou ja, hier heb je ook een beetje zo'n nis. Ja, ja. Daar zaten ze er gewoon in. En dan stookt ze eigenlijk een soort kampvuurtje op de grond. Ja, maar dan had je van die hele grote schoorstenen. Ja. En door de jaren heen waren die ook gewoon helemaal verteerd aan de binnenkant. Helemaal zwart, ja. Ja. Als je echt die oude schoorstenen ziet, van die oude boerderijen, daar komt gewoon de teer aan de buitenkant door de steen heen. Ja, ja, ja. Maar dat rendement was dus ook heel laag. Mensen moesten er ook in zitten. Bijzitten. Ja. Je had alleen maar de stralend warmte en voor de rest niks. Wij zitten hier straks in bikini. Ja, althans ik, jij zal je zwembroek. We gaan het zien. Het wordt steeds warmer natuurlijk. Oké. Het toestel. Even kijken. Hebben we dan alles behandeld van het toestel? Want nou ja, de CO2-uitstoot zeg maar, van zo'n kachel is dus een totaal andere... Ja, 50%. Maar je liep verder vraagt. Ja. Verder vraagt aan Joris of de Zwitserse methode alleen voor het aansteken is. Want de kachel staat in principe daarna gewoon aan. Ja. Of omdat je hem daarna nog een keer moet gebruiken. Nee. Dus de Zwitserse methode gebruik je alleen om de kachel aan te steken. Oké, en daarna mag ik er gewoon blokken je erop gooien. En als je dan dadelijk zeg maar hout op het vuur legt. Dus met aanmaken leg je volgens de Zwitserse methode het hout met de gekloofde kant naar boven toe. Ga je dadelijk hout bijvullen. Dan leg je het andersom. Juist, maar dan leg je de gekloofde kant op het vuur. Erop, ja. De gekloofde kant pakt namelijk veel beter de vlammen aan dan de barst. Maar Joris, als ik nou goed heb geluisterd, betekent dat dan dat ik die hele breedte van die kachel ook aan moet houden straks? Dus moet ik straks daar ook weer 3 blokken op leggen? Ja, je moet wel een beetje de capaciteit in gaan houden, maar je moet proberen om dat gloedbed in stand te houden. Ja. Dus het mag best als je op een gegeven moment weer wat rustiger gaat stoken en het gloedbed wordt langzaam kleiner. Maar dan zul je op een gegeven moment weer iets meer hout erin moeten doen om hem breder te maken. Ja, oké. Okay. En nou onderbrak jou net in het verhaal over CO2-uitstoot. Ja. Met de houtkachel een stuk minder... Dan met met de open haard. En de warmte natuurlijk, hè, die verloren gaat. Nou, even kijken hoor. Eco-design hebben we het over gehad. Ja, de installatie. Want dat is ook een van de 4 pijlers. Waar moet hij dan allemaal aan voldoen? Nou, je hebt... Met de installatie kijk je dus naar... Even kijken wat die kachel nou doet. Oh, hij gaat gewoon uit. We hebben een stookavond en hij gaat gewoon uit. Ja, maar we kunnen nog wel wat doen. Dan gaan we er iets anders overheen leggen. Is dit dan bedacht door Zwitsers eigenlijk? Dat Zwitserse methode heet. Klinkt raar, maar het komt uit Zwitserland. Ja. Omdat je daar heel veel dalen hebt. Ja. En ja, dan werden daar die kachels in de winter aangestoken. En die rook die bleef in die dalen zitten. Dus toen zijn ze gewoon gaan kijken van, hoe krijgen wij... Hoe zorgen we dat minder niet rook blijft hangen? Minder rook. Dus op een gegeven moment zijn ze gaan uitproberen. En toen kwamen ze gewoon op deze methode. Dus vuur van boven naar beneden. En daarom heet het de Zwitserse methode. Grappig. De installatie. De installatie. De installatie heb je dus... Laten we beginnen met het rookkanaal. Rookkanaal moet... op een bepaalde manier uitmonden. Dat wil zeggen, als jij een dak hebt... Zoals daar, op de afbeelding. We hebben hier een plaatje. Ja. Dus ik weet niet, Joppe, of je dat iets duidelijker kunt maken. Door dat plaatje iets... Nou, je hebt hier 3 veel voorkomende uitmondingen. Het gaat erom dat het rookkanaal ten alle tijde in uitmondingsgebied 1 komt. Nou, het uitmondingsgebied 1 is gewoon dat witte gedeelte... boven het dak. Dus je ziet hier een woning met een dakhelling kleiner dan 23 graden. Daar moet de uitmonding een halve meter bovenuit komen. Heb je een dakhelling groter dan 23 graden, dan moet je dus bij de nok uitmonden. En waarom is dat? Waarom heb je daar zoveel minder mogelijkheden dan bij de linkerafbeelding dan? Dat heeft met de wind te maken, hoe die over... het huis ingaat. Okay. Kijk, als jij dus bijvoorbeeld de wind zeg maar van deze kant, of ja, van deze kant maakt niet veel, maar de pijp zit aan de andere kant, je zou van deze kant die wind krijgen en de pijp zou hier uitmonden, wat je heel veel ziet, hè. Dus in woning, kijk maar eens rond, dan kan de wind, dat wil niet zeggen dat het in alle omstandigheden zo is, maar dan kan de wind dus van die kant eroverheen gaan en dan kan die blazen en dan kan die de rook zelfs terugblazen. Oké, dan krijg je hem je woonkamer weer in. Snap je? Dat je gewoon een werveling van lucht over het dak krijgt en dan blaas je hem terug. Nou, als nu de wind komt en die pijp die steekt ruim boven de nok van het dak uit, dan heb je niks geen werveling, want
die rook wordt gewoon weggeblazen en naar boven gevoerd. Dus uitmonding in het juiste gebied is niet alleen voor de trek van het rookkanaal. Ja. Maar let op, ook om overlast in de buurt te voorkomen. Nou, dat zit ik net te denken. Hè? Want je hebt het over hoe stook je en hoe is de installatie en wat voor kachel heb je. Zou het ook zo kunnen zijn dat die klachten, zeg maar, die je ook hoort de laatste tijd, dat er een van die factoren niet goed geregeld is? Ja. Dus het is echt, al die factoren die moeten op elkaar afgestemd worden. Ja. Dus die uitmonding is dadelijk één ding ervan. Hè? Dus om klachten te voorkomen moet je in uitmondingsgebied 1 komen. Daar zit je gewoon, heb je goede trek. Trek in een rookkanaal zijn eigenlijk twee dingen. En als één van die twee niet voor elkaar is, dan wordt het niet wat. Nou, uitmonding, dat is één. Dus dat is wind wat over het rookkanaal gaat. Wat zorgt voor, ja, als je een pijp hebt en je gaat er met wind overheen, dan krijg je trek. Mm-hmm. En de warme lucht die van de kachel het rookkanaal verwarmt. Dus opstijgende warme lucht. Ja. En die twee die moeten met elkaar kloppen. Ja. En dan krijg je een goede trek in het rookkanaal. Ja. Dus is. Even naar voren toe trekken. Want de uitmondingsgebieden zijn niet duidelijk te zien. Oké. Okay. Moet ik hem naar voren trekken? Heb jij ook een pen of niet? De stift. Even oppassen. Dat zat, kijk uit je hoofd. Dat is ook zo jammer, Joris, met een bebloede kop. Zo? Ja. Zo is duidelijker? Dan zal ik het nog een keer zeggen dan, voor de duidelijkheid. Je moet uitleggen wat uitmondingsgebied 1 is. Dan is dat voor de kijkers ook duidelijk. Ja. Uitmondingsgebied 1. Nou, eigenlijk, je kunt ook iets anders formuleren. Als jij een dakhelling hebt, bijvoorbeeld 45 graden, dan zet je eigenlijk het dak op kop op de woning. Dus deze trechtervorm, die driehoek, zet je op driehoek aan de bovenkant. En dat is uitmondingsgebied 1. Daar moet je schoorsteen uit. Ja. Nou, en als je dus een dakhelling hebt lager dan 23 graden, mag die gewoon een halve meter erboven uitsteken. Heb je een plat dak, is dus lager dan 23 graden, mag die er ook een halve meter bovenuit staan. Ja. Grappig. Ik noem dat schoorsteen. Is dat de juiste? Ja, dat mag zo. Okay. Rookkanaal, schoorsteen. Ja. Dat is echt zo, want heel veel gemetselde kanalen zijn er gewoon. Maar eigenlijk beperkt het de mogelijkheid. Een plat dak is het makkelijkst, want dan kun je hem overal zetten. Ja. Klopt dat? Ja. Dan moet je wel weer kijken. Als jij een plat dak hebt en het is een laagbouw, moet je weer kijken of je geen belendende gebouwen in de buurt hebt. Ja, wat staat ernaast? Als je een flat naast je hebt staan, dan gaat of, die goed. Of als jij een aanbouw hebt, zeg maar, ja. En jouw eigen woning die staat er gewoon helemaal naast en die komt er gewoon bovenuit, dan mag je hier ook niet uitmonden. Nee. Want dan zit je ook weer, dan kom je nooit in uitmonden. Maar kortom, dit doen mensen niet zelf, toch? Dit laat je doen, neem ik aan. Of? Nou, er zijn mensen die denken dat ze dat zelf allemaal weten. Oké. Okay. Dus het wordt wel eens zo gedaan. Ja, en wat zeg jij dan? Ja. dat is mooi dom dat je de eindespit even moet bellen. Moet je niet doen. Begin er nou niet aan. Nee. Laat het gewoon even door iemand doen die er verstand van heeft. Want dat is het beste. Dit is een mooie afbeelding, maar het is erg afhankelijk ook van wat er naast je staat. Nou ja, en dat zijn echt heel belangrijk. Dus bomen, een blendende gebouwen, 15 meter, 110 graden. Er zijn nog meer regels, maar ja, daar moet je aan voldoen. Maar dan wordt het een beetje moeilijk om dat hier allemaal te doen. Nou, dan heb je de uitmonding. Maar wat dan ook heel belangrijk is voor een kachel, om goed te stoken. Zal ik hem weer terugzetten of zal ik hem hier laten staan? Laat staan? Zo, ja. Nou, dan. Je kan wel zitten, toch? Ja, ik kan zitten. Ja. Kijk, wat ook heel belangrijk is. Kijk, de kachel begint al mooi te branden. Ja, prachtig. Kijk, die komt er al door. Ja. We kunnen even kijken wat hij doet. En dat is ook weer het lezen van het vuur. Wat hij doet als we de deur nu dicht doen. Ik hem nu pak en ik laat de deur los. Dan voel je gewoon dat hij trekt hem echt letterlijk naar binnen. Dat de trek de deur naar binnen trekt. Ja, dus grappig. Trek in het rookkanaal is gewoon subliem. Dat is letterlijk trek dus. Ja. Ja. Dat is echt een trek. Hey, was jij als klein mannetje al zo gefascineerd door vuur? Altijd. Ja? Altijd. Je was vroeger al fikkie aan het stoken. Een kleine pyromaan. Een goede pak gekozen. Ja. Kijk, en nou gaat hij iets rustiger branden. Maar doordat hij nu rustiger gaat branden, komt wel de temperatuur beter in de kachel. En de luchtschuif staat dus nog gewoon open. Dus we gaan nu gewoon even kijken wat hij doet. Ja. Of hij zo door blijft gaan. Want anders dan moet je het deurtje weer even een beetje loszetten. Juist. En dat heeft dan met die onderdruk te maken in de woning. Ja, en daar wil ik het nu over hebben. Dus je hebt uitmondingsgebied. Of uitmondingsgebied is dus heel belangrijk. Lengte van het rookkanaal. Hoezo lengte van het rookkanaal? Lengte van het rookkanaal. Een goed kanaal, goed schoorsteen, zal pas goed werken als die 6 meter lang is. Oké. Is het rookkanaal korter dan 6 meter, dan zul je
iets secuurder moeten gaan stoken. Ja. Okay. Ja? Het kan wel. Het kan wel. Maar de optimale is 6 meter ja, of hoger. Dan haal je echt die 12 tot 15 pascal. Ja. Dus dat gaat goed. Nou, dan heb je dus, wat jij net zei, die onderdruk in de woning. Heb jij dus een moderne woning met mechanische of gebalanceerde ventilatie, dan ben je verplicht om de kachel aan te sluiten op een externe luchttoevoer. En die externe luchttoevoer die moet of uit de kruipruimte komen, of via de gevel van buiten. Ik vind het goed. Ja, dat is heel technisch. Dat is technisch. Maar zo'n kachel heeft lucht nodig voor de verbranding. Ja. En daar moet ergens vandaan komen. Ja. Nou, als jij mechanische of gebalanceerde ventilatie hebt, dat wil zeggen dat je met een motor in de woning de lucht afzuigt. Okay. Nou, en die motor is altijd sterker dan een natuurlijke trek van die kachel. Ja. Dus wat gebeurt er dan? Als je van die dopjes in het plafond hebt zitten met mechanische of gebalanceerde ventilatie, ja, die motor die staat boven en dat ding dat draait, ja, die zuigt gewoon lucht weg. Ja. Nou, dus, en dan, en dan krijgt hij te weinig, zeg maar. Nee, nee. Maar, of zij. Maar lucht is net als water, neemt de weg van de minste weerstand. Ja. En als dan, zeg maar, die ventilator die is sterker, als hij meer moeite heeft om de lucht via de roosters weg te pakken, ja, en daar staat een kachel met een pijp van 15 centimeter naar buiten, ja, dan zegt hij van, ik ga die lucht niet via dat rooster weghalen. Ik ga de lucht via die kachel weghalen, dat is veel makkelijker. Okay. En dan krijg je die kachel niet aan het branden. Nee. Dus bij een moderne woning, kachel aansluiten op een externe luchttoevoer. Ja, en niet op de, ja. Ja. Oh, en je moet altijd zorgen, zeg maar, voor een goede ventilatie in de woning. Grappig, hè? Ik heb alleen maar in hele oude huizen gewoond, dus ik ken dat helemaal niet. Zijn er vragen, man? Ja, ik heb een vraag voor Kevin Vonk. En die vraagt, wat is het nadeel van de pijp buitenlangs de gevel? Nadeel van de pijp buitenlangs de gevel. Je kunt een dubbelwandig rookkanaal gewoon langs de buitenkant van de gevel maken, als die ook maar boven de nok van het dak uitkomt. Ja, en dan is het weer afhankelijk van de helling waar die uit moet komen. Ja. Dus kijk, als jij de pijp buitenlangs de woning laat lopen, dan laat je die pijp niet hier langs lopen. Mm-hmm. Want dat gaat niet, want dan kom je niet in het uitmondingsgebied in. Standard. Dus dan zul je hem, zeg maar, hier in het midden van de woning moeten doen, pijp buitenlangs. En dan, daar naartoe. En dan zit je in het uitmondingsgebied in. Maar dat mag ook dus. Ja. Enigste punt is, als een kanaal buitenlangs loopt, dat je iets meer kans hebt op condensatie. Nou, en gelijk daarop volgend een goede vraag. Geldt dit ook voor buiten- en terraskachels? Moet je een pijp van 6 meter hebben, bedoel je? Hoe bedoel je? Wat? Nou, Astrid die vraagt of die uitmondingen, of dat ook geldt voor buitenhaarden en terraskachels. Ja, dat is een beetje het krommen van de regelgeving. Zo gauw als het een bouwwerk betreft, hè, dus je hebt een aanbouw of een huisje achter in de tuin, dan is het een bouwwerk en dan is het bouwbesluiten van toepassing. Ja. Hè, dus dan moet je dus de kachel aansluiten en aanleggen in het rookkanaal volgens bouwbesluit. Ja. Nou, het kromme in Nederland is dat als ik die kachel onder het tuinhuisje weghaal en ik zet hem midden in de tuin neer, mag ik net stoken en doen wat ik wil. Dus bij wijze van spreken een vuurschaal, een vuurkorf, wat de hele buurt onder kan roken, zeg maar, is geen enkel probleem. Daar is geen wetgeving over. Nee. Maar als ik die kachel in een tuinhuisje neerzet, dan moet ik weer aan uitmondingsgebieden voldoen en afstanden na woningen en dat soort dingen. Maar hoe zit dat sowieso met wetgeving? Want dat is in Nederland eigenlijk niet of nauwelijks geregeld en in Duitsland weer wel, of niet? We hebben in Nederland wel wetgeving, maar daar wordt eigenlijk niet op gehandhaafd. Kijk, je mag als particulier mag je zelf het rookkanaal aanleggen. Je mag zelf een kachel kopen. Als jij op Marktplaats een kachel koopt, denk je van, nou, dat is een mooi kacheltje van 50 euro, die vind ik hartstikke mooi. Ja. Maar je hebt een kamer van 3x4 en je zet er een kachel in van 12 kilowatt, ja, dat gaat hem niet worden. Dat is niet fijn. Dus dan krijg je sauna of wat dan ook. En dan zeggen, en dan gaan ze die kachel knijpen en dan de hele buurt onderdampen. Dus het moet echt op elkaar afgestemd worden. Dus de grootte van de kachel moet passend zijn, de grootte van de kamer en de isolatiewaarde van de woning. Maar vind je dat er meer regelgeving moet komen en dat er meer gehandhaafd moet worden dan? Ja, daar zijn we echt voorstander van. Dus wat zeg maar de laatste tijd ook in de media gebeurt, hè, anti-houtrook moeten de boel verbieden en wat dan ook. Ja, een verbod zal er nooit komen. Mm. Dat zal niet gaan. Maar wij als vervent vuurliefhebbers moeten ons wel terdege bewust zijn van het feit dat we met ons allen moeten zorgen dat we zonder overlast stoken. Ja, zoveel mogelijk zonder overlast stoken. Ja. Nou, en dat kan gewoon. Als je dus weer die vier pijlers hebt, hè, de goede kachel, een goede installatie,
goed droog hout en je leert stoken, dan hoef je eigenlijk geen overlast te geven. Nee. Kijk, en daar moeten we ons bewust van zijn. En ja, dan heb je ook geen klagende mensen. Voor al die houtliefhebbers die van fikkies houden, laten we ons daar aan houden. Want ik wil dat echt gewoon heel graag blijven doen, want ik geniet er enorm van. Jos, ja, we hebben een vraag. Waar vind je een overzicht van kachels die aan de Eco-design norm van 2022 voldoen? Ja, je mag er eigenlijk van uitgaan als jij naar een erkende vakhandelaar gaat. Bijvoorbeeld de vakhandelaar die aangesloten is bij het NHK, Nederlandse Haren- en Kachelbranche. Ja, die heeft alleen maar Eco-design kachels in de showroom staan. Dat is het enige wat nu nog verkocht wordt. Ja. Aan nieuwe kachels. Bij de Beerta erkende dealers. Dus met alle respect, als je bij een bouwmarkt een kachel gaat kopen. Ja. Ja, die zijn op dit moment nog. Ja, sommige kachels zouden daar wel aan kunnen voldoen. Maar de meeste kachels hebben alleen maar een CE-keur. En voldoen nog niet aan die Eco-design. En kun je dat zien? Zit er een sticker op? Of ja, dan moet erbij zitten. Ja, okay. De fabrikant moet dan aangeven dat die kachel aan die eisen voldoet. Ja. Kijk, wij als branche hadden wel veel eerder willen hebben dat die regelgeving inging. Maar, En waarom dan? Om die negativiteit eraf te halen. Ja, want je kunt zonder problemen stoken. Ja. Je kunt gewoon zonder problemen stoken. Ja. We moeten daar bewust van zijn. En ook in de showroom merk je gewoon dat er steeds meer mensen daar ook bewust mee bezig zijn. Door de media. Ja. Nee? Dat ze open haren hebben. Dat ze die open haren willen voorzien van een inzetkachel. Ja. Met een flexibele buis door het kanaal. Zodat je weer een kachel hebt met een hoog rendement. Vrijstaande houtkachels worden heel goed verkocht. Die allemaal aan die nieuwe eisen voldoen. Ja. Er zijn al houtkachels op de markt die voorzien zijn van een computersturing. Dus dan heb je een lambda-zonde boven in de kachel zitten. Met een temperatuursensor. Aparte kamerthermostaat. Kun je met de app de temperatuur van je kamer voor een groot gedeelte regelen. Geef die kachel zelf aan wanneer je hout bij moet vullen. Ideaal systeem. Doe normaal, ja. Ja, en daar gaat naartoe. En toch grappig, hè? Nederlanders zijn zo goed in regels, maar dit is dan eigenlijk nog niet goed geregeld. En in Duitsland hebben ze dat allemaal al lang geregeld. Lekker, hè, voor de kachel. Dus in Duitsland zijn al meerdere jaren geleden zijn daar de open haren al verboden. Ik begrijp, ja. Dat hebben ze gewoon niet meer. Nee. Is dat ontzettend leuk voor het vuurtje? Ga eens aan de kant. Nog vragen, jongens? Nee? Oké, dan gaan we door naar de verbrandingsdriehoek. Klinkt ook zo goed. Dan heb je voor volledige verbranding, heb je het over de verbrandingsdriehoek. Ja, dan heb je dus lucht nodig, brandstof en hitte. Ja. Nou, dan kom je eigenlijk weer een beetje terug op het feit wat we zo straks zeiden. Hè? Je hebt gewoon een goede kachel nodig met een bepaalde luchttoevoer. En je moet hitte in die kachel maken. Dat doe je door die schamol binnenwerk. Dat die hitte in die kerntemperatuur van die 800 graden zit. Zodat je weer een goede verbranding hebt. Ja, precies. Dus we hebben overal eigenlijk, hier is overal aan voldaan op dit moment. Hè? Ja. Kijk, je kunt het nu ook mooi zien dat hij nu mooi brandt. Ja, dat is prachtig. Kijk, en de luchtschuif staat nog steeds vol open. Maar ik heb nog niet de juiste temperatuur in de kachel. En hoe kan ik dat zien? Nou. Het hout is nog een beetje zwart. En ik heb nog niet dat rode gloedbed. Nee, oké. Dus als je nu die luchttoevoer dicht zou zetten, dan doe je dat eigenlijk een beetje te vroeg. Dus dat moet eerst rood zijn, zeg maar, want nu is het te zwart nog, zeg je dat? Ja, kijk, we kunnen even kijken wat je gaat doen als we de luchttoevoer wat dicht zetten. En zo ga je ook langzaam leren wat een vuur in de kachel doet. Hè? Ja. Dus als ik nou die luchtschuif dadelijk dicht druk en het vuur klapt in, dan... Komt het dan wel weer goed? Ja, komt het wel weer goed. Okay. Maar dan is het teken dan of te lage temperatuur of er zit nog te weinig trek in te roken. Ja. Dus gaan we gewoon even kijken. Kan maar zijn dat het gewoon goed doet. Kijk, hij reageert hier direct op. Ja. En wat hij nu doet, hij klapt nu in. Ja. Oh nee, dat moeten we niet hebben. Dat willen we nog niet hebben. Nee. Dus we gaan weer iets verder loszetten. En nou, je moet echt eerst zorgen dat we dat gloedbed in die kachel krijgen. Ja. Ja, we hebben een vraag. Ja. We hebben een vraag. Eddie van der Vos, die vraagt, als je echt goed stookt, is het dan echt... Als je, goed stookt, is het voor. Ja, het is reukloos. Op dat moment, want de rookgassen komen dan niet naar beneden toe. En dan kom je weer aan het uitmondingsgebied. De weinige stoffen die je dan nog zou kunnen ruiken, die worden dan via de lucht afgevoerd weg. Oké. Ik weet niet of dat voldoende is, Eddie. Ja, je denkt van. Anders krijgen we nog wel een reactie. Ik wil er nog wel even iets meer over zeggen. En dan komen we straks ook nog een beetje over de kwaliteit van het hout. Nou, daar kunnen we het nu over hebben, toch? Ja, vind ik ook. Hout. Goed. Hout is biomassa. Ja, en duurzaam. Ja.
Nou, dat wil zeggen dat dat hernieuwbare energie is. Dus je kunt het... Ja, ik heb er ook wel weer een mooi plaatje van. Even kijken waar. Ja, hier. Maar hoezo hernieuwbare energie? Je fikt het toch gewoon op? Ja. Ja. En dat is hernieuwbare energie. Nou, wat houdt dat in? Kijk, je kunt hout heel makkelijk aanplanten in het bos. Mm-hmm. En als het hout, zeg maar, in het bos dood zou gaan en zou sterven, mm-hmm. dan maakt het net zoveel CO2 dan als je het in een goede kachel zou verbranden. Echt? Dus als je het laat liggen in het bos, verrot het, ja. dan krijg je ook CO2. Ja. En dan krijg je net zoveel CO2 dan als je het in een goede kachel afstoot. Dus dat noemen ze hernieuwbaar en dan CO2-neutraal stoken. Ja. Gaat natuurlijk niet helemaal op, hè, want het hout moet natuurlijk wel uit het bos gehaald worden. Ja, en vervoerd. Ja. Dan wordt gekloofd, wordt met de kettingzaag doorgezaagd. Dus helemaal zwart-wit is het niet. Nee. Maar het is wel een hele goede manier van duurzaam verwarmen. Is dat een reden om lokaal te kopen, je hout in ieder geval? Ja, minder transport, het zorgt weer voor werkgelegenheid. Ja. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Dat is goed hout, neem ik aan, wat je daar hebt. Wat is daar goed aan? Dit is hout, dit is de mooie dikte en diameter, dus polsdikte. Ongeveer 25 centimeter lang, 8 centimeter gekloofd. En droog. Nou, als je hout wilt hebben en je wilt, je bestelt hout, dan zegt er heel veel zeggen dan van, het hout is droog. Maar eigenlijk moet je het gewoon meten voordat je het gaat stoken. Nou, en dat doe je met een vochtmeter. Kost dat? Tussen de 15 en 30 euro. We zijn wel een Nederlander, hè? Ja, maar dat valt echt mee. Houtmeten, ja. Nee, dat valt mee. Oké, dan hebben we bijvoorbeeld een stukje hout. Dan wil je hier deze pakken. Dat is ook mooi, dit is rondhout. Ook rondhout moet je een keer kloven. Om weer betere raakvlak met het vuur te krijgen. Nou, ja. Wat je dan doet, je gaat een vochtmeter haaks op de houtnerf zetten. Dus haaks erop. Ja. Nou, dan druk je hem er dus in. Dan ga je kijken. Nou, het is 8,5%, dus het hout is kurkdroog. Kun je hem even aan de camera laten zien? Ik weet niet of je het kan zien, maar ik kan het zien lopen. Dat is helemaal goed. Ja. Ja. Kijk, en deze zou waarschijnlijk nog droger zijn. Ja, die pakt hij niet eens zo droog als die is. Nou, en doe eens mijn hand. Nee hoor. Nee. Ja, dat gaat ook nog. Je kunt jezelf ook nog een beetje meer. Dan ga je richting die 20. Ja, 20%. 20%? Ja. En je bestaat toch uit veel meer water? Ja, dan dat mag wel. Maar dat meet je dan dat niet. Nou. Maar even, want als ik hout bestel we krijgen een boom. Want dat gebeurt ook wel hier in de omgeving. Valt ook wel eens wat om. Ja. Dan doen wij het 2 jaar drogen. Ja. Is dat goed? In principe afhankelijk van het hout. Als je bijvoorbeeld eiken hebt, moet eigenlijk 3 jaar drogen. Nou, en hoe droog je hout goed? Eigenlijk moet hout ongeveer 30 centimeter van de grond af liggen. 30 centimeter van de grond af. Waarom? Anders trekt het vocht van de grond op. Hout is net een spons, dan zuigt het gewoon op. Dus je hout kun je ook niet in een loods op een betonnen vloer gooien. Nee? Dat werkt ook niet. En, maar dan is het niet zo dat alleen het onderste hout zeg maar nat wordt en de rest trekt hij helemaal naar boven. Echt? Ja, dan kan hij wel 60 centimeter. Heb je mijn houtopslag gezien? Nou, die heb ik op pellets liggen. Dat is niet dat is hoog genoeg. Ja, dat is een beer. Ja? Ja, dat is beter. Oké. Okay. Ja, dat kijk, 1 pallet of 2 pallets. Ja? Ja. Ik heb eigenlijk een 4-5 vragen. Die horen allemaal een beetje bij elkaar. Ik stel ze even achter elkaar. Dan kun je daar samenvattingen van maken, Joris. De eerste vraag is wat ik hier heb. Wat vinden jullie van rookasmeert op de zwarte pijp? Dan zegt Paul, maar hout, dat ruik je toch altijd op het moment dat de kachel uitgaat. Dan heb ik nog een vraag van, moet ik hout minimaal 1 keer overkloven? En als ik hout toe wil voegen aan de kachel, dan komt er rook uit. Dus volgens mij kunnen we deze opmerking bijna samenvoegen. We kijken hoe goed zijn geheugen is. Ja. 1 keer over kloven, die begreep ik niet. Wat betekent dat? Ja, kijk, als je rond hout hebt, je moet gewoon hout hebben wat gekloofd is. Als je rond hout in de kachel legt, dan zit rondom barst omheen, zal heel moeilijk aanslaan. Dus dan keer kloven.
Eén keer is goed. Ja. Ja. Nou, dan als jij, dus er werd ook gezegd van, als de kachel uitgaat, dan ruik je de kachel altijd. Nou, dat hoeft niet. Als jij weer daarom dat gloedbed in die kachel hebt, dan heb je over de volledige stookbodem een gloedbed. En dan zul je zien, als het hout bijna opgebrand is, dat je hele kleine blauwe vlammetjes krijgt in dat gloedbed. Nou, dan zit je echt aan die 900 graden. Als dan die kachel uitgaat, dan komt er geen rook meer. Nee? Echt niet. Dan brandt echt alles op, als het ware. Alles. Omdat die zo heet is. Ja. Ja. Dus dan zie je ook geen groen en dan ruik je ook niet. Nee. Mits die pijp maar in het juiste uitmondingsgebied is. Ja. Nou, ga je dus nat hout stoken. Dus hout wat vochtiger is dan 20%. Ja, dan ben je eigenlijk niks anders aan het doen dan water koken. Nou, en wat houdt dat in, water koken? Als je water kookt, dan gaat alle energie in het verdampen van het water zitten. En krijg je geen hitte van het hout. Dus nat hout stoken in de kachel is echt nat dan. Ja. Dus, krijg je dan ook meer rookvorming? Ja, ja. Ja, doordat je een slechte verbranding krijgt door dat water. Alle energie gaat in het verdampen van het water zitten. En dat water dan gaat in het rookkanaal zitten. Gaat zeg maar via dat rookkanaal ook naar buiten toe. Dan krijg je dus op een gegeven moment ook een chemische reactie. Dat het vocht gaat binden aan de roetdeeltjes. Nou, en dan krijg je dus creosootvorming. En creosootvorming is... Heb je een plaatje van? Ja. Toch? Ja, is goed is wel. En de creosootvorming is ook een... deze. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar er is gewoon één zwarte... Ja, terry. Teerbende van de binnenkant, van een rookkanaal. Dat is het rookkanaal van binnen? Ja, en dit is datzelfde rookkanaal nadat hij schoongemaakt is met een slagketting. Zo. Maar dat betekent dus dat iemand niet goed gestookt heeft. Hij heeft nat hout gestookt. Of een te lage temperatuur. Ja, ja, ja. Dus jullie kunnen, als je een schoorsteen schoon gaat maken ergens, zien hoe goed iemand stookt. Ja, ja. Zeg je dat dan ook? Ja, ja, dat wordt gezegd door de schoorsteenveer, ja. Dus dan wordt aangegeven van, ja, de installatie is niet goed. Dus of er moet iemand langskomen om die installatie goed te bekijken. En dan kunnen wij aangeven wat er moet gebeuren om wel weer goed te kunnen gaan stoken. Maar dan kan het dus ook zijn dat de stoker niet goed is. Ja. Toch? Ja. Of het hout niet goed is of wat dan ook. Ja. Ja. Had je nou alle vragen beantwoord? Heeft hij alles beantwoord? Van die vijf die jij net zei? Nee, twee heb ik er maar beantwoord. De deur open, rook? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Als jij de deur van de kachel open doet... En er komt rook in de kamer. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Als jij een ecodesign kachel hebt, kun je over het algemeen stellen dat je pas hout bij kunt vullen als alle vlammen in de kachel weg zijn. Dus als je hout stookt, hout stoken is niks anders dan het vergassen, het branden van het vergassen wat het hout doet. Dus het hout vergast en dat brandt. Dan zie je die vlammen. En als je een ecodesign kachel hebt, dan is die kachel... Die heeft een bepaald rendement en dat rendement wordt gemaakt door weerstand in die kachel te maken. Dus met de remplaten en dat. Dus die kachel heeft dan al moeite zat om die rookgassen van die vlammen af te voeren. Ga je dan, als de kachel vlammen heeft, de deur ook nog even open doen. Ja, dan komt er dus lucht vanuit de kamer bij in die kachel. Mm-hmm. En die kachel is volop aan het vlammen. Ja. Nou, en dat kan die kachel gewoon niet verwerken. En dan boem, en dan komt de rook uit maar de kamer. Maar wanneer kan ik dan wel die deur open doen? Als dus de vlammen weg zijn en je weer dat gloedbed hebt. En eigenlijk het mooiste... Dus nu kan het niet? Nee. En wat je dus nu zie je al een beetje dat het hout wat we in de kachel hebben gedaan, een beetje rood begint te worden. En nu kunnen we weer hetzelfde doen als straks. Dat dus heeft ook weer te maken met lezen van het vuur. Gaan we weer even kijken wat hij dadelijk doet. Nou heb ik hem dichtgezet. En nou blijft hij heel mooi branden. Ja, maar dit is ook nog net kiele. De vlammen dus, worden een andere kleur. Ja. Ja. Het is te diep geel. Dus hij moet iets meer lucht. Hij moet nog even door. Er mag iets op gang komen. Ja. Ja. Leuk man. Ik heb echt al heel veel geleerd. Wat moeten we... Alle vragen beantwoord? Nee, niet alle vragen beantwoord. Wat moet ik als het mist is? En er is een stookalert. Moet ik daar naar luisteren? Zeker moet ik naar luisteren. Ja. Wat gebeurt er dan? Er worden een aantal vragen gesteld die daaraan gerelateerd zijn. Ja. Waarom is dat überhaupt? Waarom? Ja, als jij mist hebt, is eigenlijk laaghangende bewolking. Hè? Dus het zijn gewoon wolken die laag bij de grond zitten. En dan heb je geen wind, heb je geen afvoer van de rookgassen. En die rookgassen die blijven dan in die mist zitten. Ja. En die worden dan niet afgevoerd en die worden ook niet verdund. Dus dan kun je beter echt niet stoken, want dat kan gewoon, dat geeft gewoon overlast. Ja, daar hebben mensen last van. Maar met wat ik tot nu toe allemaal van jou hoor... Als wij ons aan al die regels zouden houden,
dan is er ook met mist in principe geen probleem, toch? Of? Nee. Nee, je hebt dus altijd bepaalde onverbrande deeltjes die toch de lucht ingaan. Ja. Kijk, en als jij als je mist hebt, heb je ook geen trek. Nee. Dus je hebt dan kans dat de rook zo naar boven komt en direct weer neerslaat. Nee, precies. Dat moet je echt niet willen. Nee, echt niet willen. Niet willen, niet stoken met mist. Nee. Oké. Ik wil het ook even hebben over het soort hout. Hè? Want jij zegt eiken, dat moet dus 3 jaar drogen. Ja. Wat voor hout, behalve dat het droog moet zijn, moeten we stoken? Wat is het beste? Kijk, het beste is gewoon zeg maar het gekloofde open haardhout. Dus we hebben hier een paar soorten opstaan, berk, beuk, eiken, es. Maar eigenlijk al het hout wat in Nederland groeit, kun je zonder probleem in de kachel stoken. Kijk. Nou, dan krijg je waarschijnlijk ook nog mensen van, dennenhout. Precies, naaldbomen. Naaldbomenhout. Het ruikt lekker, het knettert, maar... Ja, moet ik dat stoken in de kachel? Maar het advies is om dat niet te stoken in de kachel. Nee. Tenzij als je echt weet waar je mee bezig bent. Dus dat wil weer zeggen, als jij een kachel hebt die op een hoge temperatuur stookt, en die je ook op een hoge temperatuur kunt stoken, zou je ook dennenhout kunnen stoken. Oké. Maar in Nederland, over het algemeen, wordt er niet zo heel hard in een hoge temperatuur gestookt. Dus beter gewoon bij berken, beuk, eik en heel soort. Ja. Nou, even nog weer terugkomen op het vochtgehalte. Als jij dus een vochtgehalte hebt van 15%, mm-hmm. dan heeft bijvoorbeeld 1 kilo beuk een rendement van, of een energiewaarde van 4,3 kilowatt. Even een geheugenstukje, wat is dat? Dat is gewoon een energiewaarde. Als je 1 kuub gas hebt, aardgas, en je zou dat verbranden, dan heeft dat een energiewaarde van 8 kilowatt. Ja. Dus 1 kilo hout is 4 kilowatt. 1 kuub gas is 8 kilowatt. Ja. Dus je kunt eigenlijk zuiniger stoken met een houtkachel dan met gas. Ja. Nee? Nou, als je nou 15% hebt, zit je op 4,3. Gemiddeld is het hout toch wel tussen de 15 en 20%. Dus als we dan van een energiewaarde uitgaan van 4 kilowatt per kuub, dan zit je gewoon goed. Ja. Is het hout echt 30%, hou je nog maar 3,4 kilowatt aan energie over. Ja, 50%, de rest is gewoon weg aan het verdampen van het water. 50%, dan hou je... Dat is een half uur, ongekend. Ja. Dus je moet gewoon echt zorgen voor goed droog hout. Ja. En hoe zit het dan met als ik bestel? Want je kan een kuub bestellen, dat kan ik hier op mijn oprit laten storten. Ja. Maar dat kan ook... Ja. Nou, als je bijvoorbeeld goed open haard hout wil hebben, zou je ook een keer masterfire, dat is een open haard hout wat overgedroogd is. Mm-hmm. Nou, en dan kost dat 200, 98, 300 euro voor 2 kuub hout. Hè? Dan zeggen mensen, wat veel geld, hè? Ja. 300 euro voor 2 kuub hout. Ja. Maar staat tegenover, als je 1 kuub gestapeld hout hebt, komt overeen met 1,5 kuub losgestort. Dus eigenlijk meer dan een kuub. Ja, ja. Dus je hebt, als jij 2 kuub gestapeld hout hebt, is 3 kuub losgestort. Ja. Wat kost een beetje losgestort hout, dan zit je zo op 75 euro. Ja. Dus als je al 3 keer 75 euro hebt, dan kom je al richting die 300 euro. Ja. En voor die restant 75 euro brengen ze gewoon dat hout bij jou aan de deur. Al met al is het niet, is het wel duur, niet duur, kun je altijd over discussiëren. Als je natuurlijk helemaal voor niks kunt krijgen en zelf klooft en zaagt en voldoende opslagcapaciteit hebt, dan is het natuurlijk helemaal mooi. Ja. Dan kun je nog zuiniger stoken. Ja. Maar gewoon open haard hout kopen kan ook via Masterfire of een andere leverancier. Ja. En het mooiste zou zijn, wat jij dus straks ook zegt, dat je gewoon goede kwaliteit open haard hout in de buurt probeert te krijgen. Ja. En dat je dat zelf daar ophaalt of dat je dat bij je thuis laat brengen. Ja. En er zijn voldoende... En dan ging hier laatst een flinke boom om. En toen hebben de buren hem even... gezaagd en kloven met dat. Met toestemming, hè? Even voor de duidelijkheid, vragen? Hebben jullie wat? Ik heb nog een vraag binnengekomen. Even kijken. Stel de kachel brandt lekker. En net een paar blokken op het hout gegooid. Maar dan moet ik plotseling van huis weg. Wat moet ik dan doen? Dempen of rustig door laten branden? Oh, goeie vraag. Dat is een hele goede vraag. Ja. Als jij een kachel hebt... mag je hem gewoon rustig door laten branden. En gewoon zoals die nu is, ga gewoon weg. Dat kun je gewoon weggaan, is geen enkel probleem. Ja. Als jij een open haard hebt, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Ja, dan is hij open. Dan is hij open, want dan kan er wat uitspatten en dan kan in de kamer ergens op terechtkomen, wat natuurlijk weer brand kan veroorzaken. Spatscherpen worden, toch? Ja, dat is nooit 100% dicht. Nee? Oké. Er kan altijd wat doorheen gaan, dus bij een open haard moet je gewoon bijblijven. Ja. Bij een goede kachel zou je
gewoon weg kunnen gaan. Weer een reden om geen oude open haard te hebben. Nee. Ik kan gewoon niet weg, nee. Nee, oké. Okay. Kijk, hij brandt nu lekker door. Ja, hij doet het goed. Ik vind het verbazend, want ik dacht, ja, dit gaat... En de ruit mooi schoon, hè? Ja. Ja, je mag vaker komen. Gewoon lekker in je stoker. Helemaal goed. Wat moet ik er nou niet in gooien? Want ik weet nou welke houtsoorten, hoe droog het moet zijn. Ik heb hier achter de bank nog wat verstopt. En dat is eigenlijk de maatvoering zoals Nederlanders dat graag in de kachel willen gooien. Ja, dat is lekker stevig, toch? Kijk, dus wat doen ze dan? Ja, ja, maar als klein helpt, helpt groot ook. Dus dan gaan ze dit soort blokken in de kachel stoken. Nou, wat gebeurt er nou als ik zo'n blok in een vuur van een kachel leg? Nou, dan krijg je dus één massa, dan leg je op dat gloedbed. En doordat je die grote massa daar in één keer oplegt, heb je weinig raakvlak met het vuur. Ja. Dus het zal moeilijker gaan branden. En je koelt de kerntemperatuur te veel af. Zou ik jezelf... Dus die in drieën kloven, dan heb je het goede hout. Ja. En aan het volgende punt, ja, maar dat blijft niet zo lang liggen. Dit ligt veel langer. Nou, als jij dit grote stuk hout goed wil laten verbranden, moet je gewoon de kachel meer lucht geven, omdat die minder raakvlak heeft. Ga ik dit stuk hout kloven in drie delen, kan ik minder lucht geven, blijft het beide net zo lang liggen. Ja, alleen bij die drie stukken heb je een betere verbranding. Ja, maar en als mijn kachel nou heel heet is, hè, want je bent er nu, nou ja, ik zou nu al een beetje in paniek raken. Ik zou denken, oh, hij gaat uit. Ik zou er nu wat op gooien, maar... Nee? Ah, ik ben sowieso hysterischer dan jij. Zit daar echt doodkalm nu, hoor. Dat gaat wel goed. Dit komt goed zo. Ja. Grappig. Oké, dus niet geen heel groot stuk. Geen geverfd hout, hebben we ook al gezegd. Hè? Ja, geen laminaathout, niet de vloer uit de kamer en dat erin stoken. Nee. Of het wordt alles branden. Heeft nooit bestaan. Nee. Ja, het werd wel gebruikt in de volksmond. Alhoewel de lege chipszakken en de oude pantoffels, alles werd in die kachel gegooid vroeger. Maar dat was echt niet de bedoeling. Hè? Ja. Dus je gaat gewoon mooi open haardhout stoken in de kachel om een goede verbranding. Ja. Voor al die kachelliefhebbers, doe dat nou ook. Ja. Want anders krijg je dus weer al die klachten dat mensen er last van hebben, toch? Nou, en als je het over klachten hebt, mocht er dus klachten zijn, hè, dus via de gemeente en noem maar op, wij kunnen daarin ondersteunen. Oké. Okay. Dus de NHK, dat is de brancheorganisatie. Ja. En de NHK Leren. NHK. Ja, NHK. De Nederlandse Haar- en Kachelbranche. Ja. Ja, die kunnen gewoon ondersteunen als er problemen zijn met... houtrokstok of noem maar op. Ja, oké. Dus die kunnen dan helpen en kijken van wat kunnen we eraan doen. Ja, altijd een oplossing mogelijk. Ja. Ik heb nog een vraag van Tjer, als ik even tussendoor mag. Ja. Zeker. We hebben de kachel in de keuken staan. Een externe afzuiging plus de afzuigkap, kan dit invloed hebben op het stoken? Ja. Kijk, als jij een kachel hebt, daar hebben we zo straks al een beetje gehad over die... luchttoevoer, hè? Als je een mechanische ventilatie hebt, moet je de kachel aansluiten op externe luchttoevoer. Als ik het goed begrepen heb, heeft Geert dus een kachel in de keuken staan. Die is aangesloten op een externe luchttoevoer. Mm-hmm. Alleen de kachel, er zijn wel kachels, maar niet alle kachels. De laatste tijd zijn de kachels die room sealed zijn. Dus dat wil zeggen dat ze 100% dicht zijn als de deur dicht is. Maar de meeste kachels zijn niet 100% luchtdicht. Nee. Dus een ventilator, en dan met name een afzuigkap in de keuken... Ja, als je die full pool zet, dan kan die wel 700 kub lucht wegzuigen. Wacht even, mijn hond staat half te kotsen in beeld. Wacht even, ga eens naar buiten. Kom, ga eens naar buiten. Weg. Sst. Zo. Dat is wel een hilarisch momentje natuurlijk. Ja, sorry. Ja. Maar wat zeg ik nou? Omdat hij niet luchtdicht is in de keuken. Ja, met die afzuigkap. Ja. Die afzuigkap die zuigt dus 700 kub lucht weg. Ja. Als hij nergens die 700 kub vandaan kan halen, dan kun je die kachel wel 100% luchtdicht hebben. Maar dan gaat die nog lucht uit die kachelnaadjes wegzuigen. Ja. En dan ruik je op een gegeven moment toch die kachel in de keuken. Ja. Dus, nou, en wat moet hij doen dan? Moet hij die... Dat ga ik nu zeggen. Sorry. Dus in Duitsland hebben ze dat beter voor elkaar. In Duitsland gaat men zo ver. Zo gauw als jij een kachel in de woonkamer hebt staan. En die woonkamer is verbonden met een keuken. Ook al zit er een deur tussen. Onder die deur heb je altijd nog weer een gleuf. Ja. Kan altijd weer lucht langs ingaan. Dan zijn ze in Duitsland verplicht om die afzuigkap aan te sluiten op een schakelaar. En die schakelaar zit op een klapraam. Dus je moet eerst het klapraampje openzetten in de keuken. Ah. Dan geeft die schakelaar pas stroom door aan een afzuigkap. En dan pas kun je de afzuigkap aan. Nou ja zeg. Dus als die afzuigkap aan is, dan zuigt die lucht weg. Kan hij dat nooit via die kachel pakken.
gaat hij daar altijd via het raampje doen. Ja. Dus in het geval van Geert, als hij de afzetkap aan heeft, ook al heeft hij die kachel op een externe luchttoevoer aangesloten, ik zou gewoon adviseren om of een klein klapraampje open te zetten in de woonkamer, keuken, ja, zodat de afzetkap daar zijn extra lucht weg kan pakken. Of in Duitsland gaan wonen, want daar... Nee. Dat wil ik nou ook niet direct zeggen, maar... Nee. Wat een grappig systeem, joh. Ja, nou goed. Daar is hij blij mee, hoop ik. Anders dan horen we het, hè? Laat je het weten. Ik heb een nieuwe vraag van John. We hebben last van witte aanslag op de zijreut van onze driezuidige kachel. Wat is dit? Het is niet zwart. Witte roet. Witte aanslag. Ja, het heeft een beetje te maken met soms dat hij iets te hard brandt. Dat is een beetje moeilijk om dat echt aan te geven van hoe en wat. Dan heb je soms weer een te hoge temperatuur erin. Is dat slecht? Nee, is niet slecht. Nee. Maar ik zou wederom ook die zijruitjes gewoon... Ja, advies is gewoon om elke dag voordat je hem aanmaakt, schoon gaan maken. Ja. Even op een prop papier, ja, in de kachel. Even schonen en dan, ja, hou je die ruiten ook schoon. Het, ja, is wel, als die witte aanslag op de ruit zit, dan is wel een teken dat je redelijk goed stookt, hoor. Maar helemaal, kijk, die schone ruitverbranding. Ja, die schone ruitverbranding, helemaal schone ruitverbranding, ja, dat bestaat ook niet. Nee, dus nee, je moet gewoon elke dag wel een beetje schoonmaken. En witte, ja, aanslag is een goede temperatuur. Dus nooit dat je... van gehoord. Dus je hebt een zwarte aanslag, maar je, ja, hebt ook witte aanslag. Ja. Ja. En maar die witte, die stoken beter dan die zwarte, ja, aanslag. Ja, zwart is helemaal fout. Okay. Dus, ja, als de binnenkant van de kachel bijvoorbeeld, kun je ook zien. Ja, goede temperatuur in de kachel, is de binnenkant van de kachel helder. Dus dan zie je deze kachel ook. Is het, ja, gewoon helder. Nou, wat ook mooi is hier. Binnenwerk van de kachel. Ja. Hier zitten een paar mooie scheuren in. Ja, is dat erg? Vroeg ik me af. Nee. Nee? Nee. Oh. Het wordt pas erg... Als je echt zulke grote gaten hebt in de stenen binnenwerk, ja, dat ze eruit gaan vallen of wat dan ook. Ja. Dus als er een scheur of een barst in het binnenwerk van de kachel zit, is geen probleem, is geen reden om het binnenwerk eruit te halen. En waarom is die gescheurd sowieso? Ja, de hitte van de kachel en dat zet en dat krimpt. En op een gegeven moment valt er een keer een blok hout tegenaan. Ja. Dus er is echt geen reden om een nieuw binnenwerk erin te zetten. Nee, oké, gelukkig. Gelukkig. Oké, het vocht van het hout, daar hebben we het over gehad, hè? Ja. Maximale verbranding, dit hebben we ook gehad. Even kijken hoor, joh, we gaan een speer. Ik breng nog even een keertje in. Jazeker. Reinier, die heeft de volgende vraag. Ik had laatst bij het opstoken van de kachel dat er wat koolstukjes uit de pijp kwam. En ik heb die toen geveegd, maar er kwam geen roet uit de pijp. Bij het opstoken van koolstukjes bovenuit. Gewoon van boven naar beneden in de kachel. Ja. Er kan altijd een oorzaak zijn dat er wat naar beneden komt of wat dan ook. Maar ja, als er wat naar beneden valt, dan zit er gewoon roet. Kijk, en dan gaat het erom van hoe is er geveegd, waarmee is er geveegd. Kijk, je moet één keer per jaar de schoorsteen vegen. En bij de een zal er iets meer en de andere iets minder roet uitkomen als het maar droge roet is. Dus als jij goed stookt, dan heb je droge roet. Heb je creosoot, dat is dat glimmende spul. En dat hoor je ook meestal dan uit de pijp vallen, hè, uit de schoorsteen vallen. Dat zijn die hardere stukjes. En als je dan veegt, en er zit veel creosoot in die pijp, ja, dat veeg je met een borstel er niet uit. Dus dan moet je die slagketting hebben. Ja, dus het advies is om, ik weet niet of die dat zelf geveegd is of dat veel laat doen. Dat viel gewoon naar beneden, zei je. Ja, en als je van onderen veegt, heb je geen controle. Kijk, waar zit de meeste aanslag? De meeste aanslag zit boven in het rookkanaal, omdat je daar de meeste afkoeling hebt. Nou, dus die creosootvorming is ook bovenin. Dus als je alleen met de borstel veegt, haal je al die creosooten niet uit. Dus het advies is om in dit geval gewoon te gaan kijken van boven in de schoorsteen visueel. Zit er veel van die zwarte teeraanslag in het rookkanaal, ja of nee? Je noemt dat heel snel nu van onderen vegen of van boven vegen. Maar wat is in dit geval het beste? Van boven vegen of van onder vegen? Om dat even uit te leggen. Ja, een goede schoorsteen vegen zal van boven vegen. En dat heeft te maken van dat de rotzooi valt van boven naar beneden. Ja. En je kunt niet van onder naar boven vegen. Nou, wat is een hele goede indicatie voor een schoorsteenvegen? Hoe je veegt, of hoe je stookt, dat is bovenkant die kap, hoe die kap eruit ziet. Daar zijn de rookgassen het laagst van temperatuur en daar zul je kunnen zien of je goed stookt of niet goed stookt. Daar zie je wat voor aanslag erop zit, zeg maar. Heb je dus een kap met allemaal creosoot en troep eraan, dan weet je dus dat je verkeerd stookt. Ja. Het kan zelfs zo zijn, als je van onderen veegt,
hebben we ook wel eens gehad. Dan belt de klant gewoon op en zegt, ja, de kachel doet het niet meer. De houtkachel doet het niet meer. Nee, de kachel doet het niet meer. Nou ja, hoezo? Hoe kan het dan? Opeens? Opeens. Hij doet het niet meer. Ja, maar wordt niet tijd dat je gaat veren. Ja, nee, hij is net geveerd. Nou, dan weten we al dat hij van onderen geveerd is. Ja. En dan hebben ze gewoon al die rotzooi en troep bovenin die kap gedrukt. En dan is die kap zo vol dat hij geen doorlaat meer heeft. Nou, dan en dan heb je wel rook in je woonkamer. Dan heb je wel rook in de kamer. Ja. Die kachel dus niet. Dus dan moeten wij erbij kap schoonmaken. Dus het beste is dat je van boven veert. Dan heb je eigenlijk altijd controle. Per definitie. Ja. Kijk, kijk, als je niet met een hoogwerker erbij kunt, of je hebt een enorm slecht dak, of ja, dat echt niet kan, of het niet veilig genoeg is om er boven bij te klimmen, dan moet je gewoon van onderen veren. Ja. Maar jullie komen gewoon met zo'n hoogwerkertje, ja, toch? Ja, wij komen met een hoogwerker, ja, 2 maanden, 1 beneden en 1 boven. En dan heb je precies controle over wat je doet. Ja, die met hoogtevrees staat beneden. Ja. Ja. Gelukkig hebben ze daar geen last van, maar anders moeten ze ander werk gaan zoeken. Nog weer vragen, mannen. Ja, Ronald vraagt of zegt, onze haven vult een trekgrendel, waardoor het lijkt dat de bovenkant afgesloten wordt. Waar of wanneer die niet eerst te gaan gebruiken? Ja, een hendel in de kachel. Ja. Ja. Heel vaak wil dat zeggen dat dan de rookgassen omgeleid worden. Dus als jij de kachel aanmaakt, hebben sommige kachels gewoon een klep, dan heb je een directe verbinding met het rookkanaal, mm-hmm, om de boel goed op temperatuur te krijgen. Een beetje snelheid in de rookgassen te krijgen. Is de kachel weer op temperatuur, dan doe je die klep dicht en dan moeten die rookgassen een grotere omweg maken, zodat je weer meer hitte in de kachel houdt, dus meer hitte in de kamer houdt. Ja, oké. Okay. Yes. Ja, ik heb er nog eentje. Even kijken. Die is van Thomas. En die zegt, als je een tuintje op het zuiden hebt, gaat het drogen van het hout wel een stuk sneller volgens mij. Ik heb Berkenhout van 30 december 2020 gekloofd. En het is nu al onder de 20%. Ik ga bijna twijfelen aan mijn vochtmeter. Ja, nou, het is een beetje dubbelzinnig dit. Het advies is om niet het hout... Ja, als je het hout vol op het zuiden legt, dan schroeien de kopse kanten dicht. Dus als jij hout hebt en het hout zou gewoon vochtig zijn en deze kant staat vol op de zon, ja, dan gaat dit krimpen. Ja. Scheuren, net als die balk buiten, ja, van het hek. Ja. En dan gaat dicht zitten afsluiten. Dus dan gaat vocht alleen nog maar aan de achterkant eruit. En dan dus zou het langer duren voordat het zelfs droogt. Nou, wat is nou de beste manier? Als hij wil weten of hij daadwerkelijk goed op vochtpercentage is, dan moet hij gewoon een blok hout pakken, kloven en de kern van het blok hout nameten. En dan weet je exact van hoeveel vocht er nog in het hout zit. Oké. Okay. Dus waar het gekloofd is, daar meten in, ja, het midden. Ja, dus ja, als je dit Want blok... Want eigenlijk zeg jij, wat hij zegt, Thomas, dat kan eigenlijk bijna niet. Ook niet als je het in een... Want zo'n overgedroogd hout dan bijvoorbeeld... Ja, dat wordt langzaam op temperatuur gebracht en daar staat echt de wind er vol op. En ja, dan doen precies. Dat doen ze op een hele andere manier. Ja. Kijk, en als je berkenhout hebt, als dat echt goed... Kijk, de beste manier om hout op te slaan, hè, zou gewoon zijn 4 palen. Je doet er alleen het dak overheen, mm-hmm, en je legt het hout gewoon 30 centimeter van de grond, een rij hout, 10 centimeter lucht ertussen, weer een rij hout, 10 centimeter lucht en weer een rij hout. De wind moet er doorheen. Van alle kanten die wind er doorheen. En dat zou best kunnen dat berkenhout, mm-hmm, binnen een jaar droog is. Ja. Maar meten is weten. Ja. Nooit denken van oké, het hout ligt al 3 jaar, het is droog. Nee, oké. Ik kom bij zoveel mensen die problemen hebben als ze van een oude kachel gaan naar een nieuwe kachel, nieuwe, ja, generatie kachel. En ja, maar het ligt niet aan het hout, want het hout ligt al 3 jaar en wat dan ook. Dat zegt helemaal niks. Nee. Meten is weten. En dan kun je pas zeggen van het hout stoort. En regen dan? Want ik heb daar sinds kort ook, hè, die houtopslag, waar ik net dat mandje vandaan heb gehaald. Dat is eigenlijk niet op de goede kant. Je hebt ook een bepaalde windrichting, ja, ja, kant. Mooiste zou zijn dat hij van de regen afzit. Maar zou er een keer een beetje regen opkomen, is dat nog niet een heel probleem. Nee? Want die regen die trekt er maar een centimeter in of zo. Ja. En dan is het weer... Dat stoot hij ook wel weer af. Ja. 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 Oké. Okay. Dus als jij hout droogt... Houtdroog wil eigenlijk anders zeggen dan dat de groeisappen die in de boom aanwezig waren, dat die via de buisjes eruit gaan. Naar buiten. Ja. Ja. Nog vragen? Ja, de vraag is wanneer die kachel bijgevuld was. Er zitten nu nog vlammen in. Nou, we kunnen dus nu, dat is afhankelijk weer van de trek, hoe het per situatie is dat. Kijk,
ik zou nu nog eventjes eigenlijk wachten met hout bijvullen. Ik vind het echt ongelooflijk. Ik had er 100 keer hout op gegooid, ja? Nee, maar we kunnen ook nu hout bijvullen. Dus als we dan de deur open doen en er komt iets rook in de kamer, ja, dan weten we dat het, ja. Dan was je echt te vroeg. Dan was je eigenlijk te vroeg. Ja. Dus normaal gesproken zou ik wachten totdat vlammen weg zijn en dan pas hout bijvullen. Ik zeg, wacht maar, ik zit hier met klotsende oksels, man. Wie wil dat? Zeg jij dat? Of zegt hij? Ja, het is echt ontzettend warm. Johan, ik heb ook een vraag van Eddie. Wat vinden jullie van geperst hout? Geperst hout? Ja, dat kan ook. Als wat is dat? Geperst hout is pellets, of niet? Nee, dat zijn van die ronde stronken. Oh, als je afvalzaagsel ja. hebt, net als je pelletkachels heb je ook, hè, met die hele kleine brokjes. Korrels, ja. Ja, van die korrels. En dat heb je ook in grotere stukken. Ja, dat kun je ook gewoon stoken. Over het algemeen zit daar iets meer energie in, hè, omdat het harder gepest is. Ja. Maar dat zou je ook kunnen stoken. Oké, is wel duur, denk ik, ja, die blokken, toch? Ja, die moet je gewoon kopen. Ja. Dus duurder dan gewoon open aard. Wat is nou beter, een pelletkachel of dit? Kun je eigenlijk niet zeggen wat beter is. Of anders? Kijk, een pelletkachel die is volledig geautomatiseerd. Mm-hmm. Hè? Dus daar is de mens niet meer degene die de luchtschuiven bedient. Nee. En een houtkachel, ja, als die weer verkeerd bediend wordt, ja, door die luchtschuiven verkeerd te doen, ja, dat kan zeg maar overlast veroorzaken. Ja. Dus een pelletkachel is volledig geautomatiseerd. Ja. Hè? Die regelt alles zelf. Ja. En dat gaat dus dadelijk met de houtkachel ook gebeuren in de toekomst. Dus als we denk ik tussen de 5 en 10 jaar verder zijn, dan zijn alle houtkachels ook voorzien van zo'n elektronisch systeem. Waar ik het zo straks al over had. Om die stoker, die slechte stoker, zeg maar. Ja, dus bij een moderne kachel, kijk, bepaalde kachels hebben bijvoorbeeld ook al een bimetaal erin zitten. Dat is een mechanische luchtregeling. Bimetaal, dat wordt warm boven in de kachel. En dan gaat hij op een iets andere manier lucht geven naar de verbrandingsruimte toe. Ja. En dan zit dan onder een draaiknopje aan. En als je dat draaiknopje dicht zet, en dan zie je bijna geen verschil in de vlammen. Nee. Omdat ze ten alle tijde een minimale hoeveelheid lucht krijgen. En deze kachel, Jacobus, die kun je, als je die dichtzet, dan ga je nog echt veel minder lucht geven. Ja. En daar willen ze een beetje van af, zeg maar, dat je echt met een handbediende knop dat je hem echt helemaal dicht kunt zetten. Dus wat ze willen is dat je met de hoeveelheid hout wat je in de kachel doet, het vuur gaat regelen. Ja. Dus wil je meer warmte hebben, doe je er meer hout in. Wil je minder warmte hebben, doe je minder hout erin. Ja. Dus een goede kachel geeft ook aan van bepaalde verbrandingscapaciteit. Als jij een kachel hebt van 2 kilowatt tot en met 7 kilowatt, en dat wordt door de fabrikant zo aangegeven, dan is die kachel gekeurd op 2 kilowatt en is die kachel gekeurd op 7 kilowatt. En in die hele range kun je dus die kachel stoken. Ja. En dan blijf je een goede verbranding houden. Je bent zo'n goede verteller, zelfs Teun hangt aan je lippen. Het is niet te geloven. We hebben nog een mooie. Ja? We hebben gedroogd hout gekocht bij een lokale onderneming. Houtsoort is een mix. Soms zijn er blokken die knetteren. Ja, dan zal het waarschijnlijk dennenhout zijn. Of grenen of wat dan ook. En ja, als dat knettert, dan moet je echt wel weer zorgen dat je een goede verbrandingstemperatuur in die kachel hebt. Want anders komt dat niet goed. En wat betekent dat dan? Anders krijg je te veel roet? De hars wat in het hout zit moet op hoge temperatuur verbrand worden. Ja. En anders krijg je te veel aanslag in het rookkanaal. Ja, het ruikt wel altijd heel erg lekker. Maar kun je dat hout dan niet, als je een vuurkorf hebt en je mag hem stoken en er is geen mist, buiten stoken? Wij willen eigenlijk af van de vuurkorf. Gewoon helemaal niet? Nee. Oké. Okay. Dus met alle respect, een groot paasvuur. Ook enorme overlast. En zo achterhoeks. Ja, maar toch. Dat zijn is dat? Lievelde Mariënvelde, die kan overal, ook daar. Overal. Ja, maar dat zijn wel hele grote vervuilers. Vervuilers en probleemveroorzakers. En wij toch, dat we met z'n allen naar, weet ik veel, ver wegjes dan vliegen. Ja. En het afgelopen jaar natuurlijk helemaal niet kunnen doen. Maar goed, dat heeft wel het nodig opgeleverd. Dus het vliegen. Maar bijvoorbeeld ook vuurkorven in de tuin, vuurschalen. Ja. Alles wat een open verbranding heeft, ja, daar moet je eigenlijk vanaf. Ja. Oké, dus knetterend hout beter niet. Of je kachel eerst heel heet. Ja. Maar zou dat nu kunnen? Ja, nou zit er nog maar in. Zeg, het middelste blokje geeft nog een beetje vlammetjes. Ik denk dat het nu wel kan. Dan hebben we weer een beetje van een mooie hout. Dus weer deze dikte. Hè. Ja. Nou, dan gaan we gewoon 3 blokjes opdoen. Als je wil weten hoeveel energie je in de kachel wil doen, moet je gewoon een keer een weegschaaltje pakken. Een keukenweegschaaltje. Dan ga je kijken. Maar als je eikenhout hebt, ja?
daar komt de keukenweerschaal. Dus als je eikenhout hebt, dan zit gewoon, dat is zwaar. Net als je bijvoorbeeld hebt een kilo lood en een kilo veer. Kikuutman, dat is heet. Ja, daar komt hij zelf achter. Ja. Oké, okay, weegschaal. Even kijken of die op de juiste, of die op kilo staat. Nee, jij moet er niet op, want jij bent veel te zwaar. Even ja, nou is hij nul. Even kijken hoor, unit. Kilo, ja. Hij is aan de kant. Ja? Hij is echt met jouw grote neus. Hij is aan de kant. Komt aan de kant. 7,500. Zoiets. 700. Drie blokken. 200, wat is het? 800 gram. Ja. Toch? Ja. Geef je eens een beetje aan. Ja. Dus dat wil zeggen dat dit nog geen 1 kilo aan warmte is. Nee. Of 1 kilo is minder dan 4 kilowatt is, dat bedoel ik. Dus ja. Als je dit in de kachel doet, ben je gewoon heel rustig aan het stoken. Deze kachel kan ongeveer 12 kilowatt aan. Ja. Dus dan kun je 3 kilo hout per uur kun je gewoon in die kachel stoken. Zo. Dus als we dit er nu in doen, stoken we maar rustig. Ja. Dus dan kun je ook een beetje zien van met de energiewaarde. Maar dus eigenlijk zou ik 3 keer zoveel, als het nou echt koud is in de winter, dan kan ik 3 keer zoveel erin doen. Minimaal, ja, dat kan. En dan ga je richting die 12 kilowatt. Heb ik echt nog nooit gedaan. Nee, maar... Dan zit hij echt knettervol, toch? Ja, ja, ja. Kijk, nou rookt hij een beetje. Dat zijn die vlammetjes. Moet ik hem vasthouden? Dan leggen we dus met de gekloofde kant naar beneden. Ja, dat vind ik echt de tip van de eeuw, want daar heb ik echt nog nooit op gered. Nou, wat we nu gaan doen is gewoon de deur weer even op een kiertje laten staan. Dan krijgt hij weer een overmaatse hoeveelheid lucht. En dan pakt het hout wat er nu in zit, pakt iets sneller de vlammen. En als maar dan zag je daar rechts, Joris, zag je toch een beetje rook, hè? Ja, en dat komt omdat hij nu nog niet helemaal goed op temperatuur is. Dus we hadden nog niet over de volledige bodem echt dat... Gloedbed. Dus we hadden eigenlijk nog even moeten wachten? Nee. Of iets eerder? Ja, eigenlijk in dit geval hadden we in het begin met aanmaken van de kachel meer hout erin moeten doen. Ja, oké. Okay. Nou begint dit hout weer mooi te branden. Ja. Je hoort hem ook gewoon dat het spul lekker trekt. En dan gaan we weer kijken wat het vuur doet. Hij zuigt hem dicht. Nou, en het brandt door. Kijk dus dan. Dit is goed. Nou, ik vind het toch wel verbazend. Ik stook al gewoon, ik ben ook al bijna 100, mijn hele leven. Ik heb gewoon allemaal nieuwe dingen geleerd. Ik hoop jullie ook natuurlijk. Zijn er nog vragen? Ja, Adriana, mag ik zaagsel en andere kleine stukjes hout bij de as onder de houtblokken doen als ik mijn vuurtje aanmaak? Zaagsel en zo. Nee, dat zou ik niet doen. Ja, mag niet mogen. Ja, dat wordt normaal gesproken niet gedaan. Maar als ik een beetje heb lopen zagen in mijn schuur en ik heb veel krullen en ik bedoel, dat zijn toch ook krullen? Ja, mag. Maar nee? Ja. Niet goed? Je hebt, dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld kleine pelletjes in die kachel zou doen. Dat fikt te hard. Oké. Okay. Dus er komen ook wel eens schors in branden, zeg maar begin januari. En dan gaan ze de kistjes waar de wijnflessen in hebben gezeten. Ja, dat fikt als een dolle. Ja, ja, ja. Nou, dat is zo droog, soort dennenhout, grenen of wat het ook is. En dat is zo kurkdroog, dat fikt zo hard en zo snel. Ja, die vlammen die komen bijna boven in de schoorsteen. En dan kan een schoorsteen in brand vliegen. Want die vliegt in brand omdat die niet helemaal schoon is van binnen. Juist. Dat gaat branden. Ja, die creosoot. Ja. Dus die creosoot, dat is dat glimmende spul. Wat je er niet uitkrijgt met gewoon veren. Mm. En dan staat daar vonken bij. Ja, die creosoot is pure koolstof. Dus dat kan in de brand vliegen. Ja. En met stukken kistjes dan wordt hij zo heet dat hij dan vlam vaart. Nou, moet je kijken hoe mooi hij nu brandt. Nou joh. Als het winter is, dan huur ik je in. Mag je gewoon elke avond komen stoken hier. Ja. Ah, je doet goed. In ruil voor een biertje. Ja, die heb je nog helemaal niet gehad. Nee, maar dat hoeft niet. Ik heb helemaal nog water. Hoe laat is het? Het is... We zijn al bijna anderhalf uur bezig. Ik heb nog even... Henrietta vrij aan het begin al een opmerking gemaakt. Het ruitje maak ik altijd met as schoon. Ja. En verder die komt met de vraag van aardappelschillen. Ja. Dat zijn toch twee verhalen die wij ook heel vaak horen. Aardappelschillen om schoon te maken ook? Aardappelschillen om het rookkanaal schoon te maken. Er werd vroeger gezegd van om het rookkanaal schoon te maken werden aardappelschillen erin gegooid. Er zijn ook schoorsteenvegers die een poeder verkopen om het schoorsteenkanaal schoon te krijgen. Ja, jongens. Niet? Nee.
Broodje aap? Ja, broodje aap. Ja? Je moet gewoon één keer per jaar veren. En het liefst door gewoon een erkende schoorsteenveger die van boven veert. Ja. En dan kun je ook gewoon vragen aan die schoorsteenveger. Hoe is het stoken? Hoe ziet die boven eruit? Stok ik goed? En dan heb je het goede aap. Heb ik creosoot? Of is het helemaal dat zie je ook al. Ja. De creosoot zie je ook al met veren. Want er komt altijd wel iets naar beneden toe. Heb je wel die glimmende stukken? Ja, maar dan kom je ook heel intelligent over bij de schoorsteenveger. Als je dat zegt. En als je gewoon droge roet hebt, is er niks aan de hand. Nee. Maar dat ruitje schoonmaken, want ik heb het met koffiedrap, kan dat ook toch? Ja, een beetje as kan ook. Ja. Maar het is gewoon handiger en makkelijker als je het met een ruitenreiniger doet. Dat gaat gewoon echt supersnel. Ja. En je hebt echt niet veel nodig. En wat is dat voor dingetje, wat is dat voor spulletje dan? Dat moet je me niet vragen. Oh, ik heb mijn bril niet op. Nee. Het is gewoon, ja. Speciaal voor, er zit geen ammonia in. Okay. Dus ammonia moet je niet gebruiken, want dat tast de koren. Nee, ik ben ook altijd wel van die grootmoeders middeltjes, weet je wel. Dus als het kan, kan dus wel met as. Ja, kijk, nou brandt hij dus goed. Nou gaan we de lucht schuiven. Dus hij heeft nu nog elke keer vol lucht gekregen om die goede temperatuur te krijgen. Nou gaan we hem iets zachter leggen. Nu ga je hem knijpen. Ja. En dan kun je zien dat hij iets terugzakt. Ja, ik zal iets ver. Heel iets meer lucht geven nog. Zo. Maar hij moet dus, zeg maar, dat oranje vlammen, die moet hij houden. Niet dat doorzichtige... Hij moet niet, dat diepe gele moet hij niet krijgen, hij moet een beetje heldere vlammen hebben. Ja. Dat is lezen van het vuur. Kijk, nou brandt hij gewoon mooi. Perfect. Daar kun je gewoon helemaal stil van worden. Als je dan niet zen, dit zou kunnen. Dan, heel zen. Ik heb nog twee vragen. Ja? Met de eerste. Dennis, die vraagt, ik heb een stenen kanaal. Kan ik dat creosoot ook weggeven met een stalen borstel? Nee. Nee. Dat kan niet. Nee. Je kunt net vegen wat je wilt met een stalen borstel. Als je creosoot hebt... Heel veel kun je wegkrijgen, maar er blijft altijd in de hoeken, er blijft gewoon creosoot in zitten. En zo'n slagketting dan, is dat letterlijk een ketting? Of ja, er zijn gewoon een ding wat ronddraait met kleine kettingjes eraan. En dan moet je wel voorzichtig doen, maar je moet natuurlijk oppassen dat je niet de boel kapot slaat. Ja. En zo maak je dan de schoorsteen schoon. Een soort borstel van kettingjes. Ja, en daar sla je gewoon die creosoot er niet uit. Ja. Nou, als je dus een gemetseld kanaal hebt, als jij een moderne kachel hebt... Die kun je niet aansluiten op een gemetseld kanaal. En dat heeft te maken met het rendement. Dus een moderne kachel heeft een rendement van 75-80%. Mm-hmm. Die 25% kan niet meer het gemetselde kanaal op temperatuur krijgen en houden. En dat is nog belangrijker. Door het gemetselde kanaal trekken wij dan een RVS-flexibele buis. Dat is staal. Staal is heel snel op temperatuur. En de lucht tussen die RVS-flexibele buis en het gemetselde kanaal is een perfecte isolator. Dus dan zorg je ervoor dat de hitte ook weer in die pijp blijft, dat de warme lucht dus blijft stijgen, dat je goede trek in het kanaal houdt. Ja. Ga je dus een hoogrendementskachel, een ecodesignkachel aansluiten op een gemetseld kanaal, dan moet je die kachel zo hard constant doorstoken om dat kanaal op temperatuur te houden. Ja, dat ga je niet doen. Dus op een gegeven moment ga je rustig stoken en wat gebeurt er dan? Dan koelen die rookgassen af en bovenin zijn ze zo afgekoeld. Dat ze normaal heel weinig snelheid hebben. Ja. Wil je dan hout op de kachel doen, deur open, voem, rook in de kamer. Ja. En dan is de rotkachel dit, rotkachel dat. Ja. Heeft niks met de kachel te maken. Je hebt niet voldaan aan de vier pilaren. Dus je hebt je installatie, je hebt wel een goede kachel. Maar je hebt je installatie niet goed gemaakt. Nee. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja, dus niet zelf gaan klooien ook met je staalborstel. Nee. Ja, Miranda kijkt ook mee. En zij zegt, als ik die vlammen zo hoog doe in de kachel zie, dan... ben ik bang dat ze in de pijp slaan en dat ze zo schoorsteen in brand krijgen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik wil mijn huis nog even houden. Ja. Nou, dat is dus het punt. Als je dat denkt, zo moet je dus eigenlijk niet denken. Want in de kachel, in een moderne ecodesign kachel, zitten dus weer remplaten in. Dan zie je hier ook. Ik heb dat nog nooit bekeken. Nee, kijk maar. Als je onder tegen die kachel aan kijkt, kijk je tegen de plaat aan. Zie je? Ja. Nou, die vlammen die komen tegen die plaat aan en die moeten een omweg maken. En dan pas komen ze een keer in het roken. Hij maakt een bochtje zo. Ja, je maakt echt een bochtje. Ja. Dus die vlammen die komen niet maar zo. Het lijkt er net op dat die vlammen in de schoorsteenkanaal komen, maar die komen niet in de schoorsteenkanaal. En als je dus zo stookt, heb je dus een goede hitte in die kachel. En dan heb je dus ook geen aanslag in het rookkanaal. Dus dan mag best een keer die vlammen bovenin komen. Maar dat is ook niet... Kijk, want bij mij zit die puit aan de achterkant. Ja. Ja. Maar als die puit nou hier zit... Dezelfde omslag. Altijd met een bochtje. Okay. Er zit altijd opslag. Weerstand. Ja. Ja. En dat heeft dus ook weer te maken met wat we straks zeiden... dat je hout pas bij kunt vullen als de vlammen dus weg zijn. Het heeft allemaal met die weerstand in die kachel te maken. Ja.
Nou ja, en wat jij net zegt, er had wel 2/3 meer in gekund ja, nog. Maar daar kom je pas achter en dat is ook leren van de kachel. Als jij een nieuwe kachel hebt, nou, ik denk dat ik redelijk wat weet van de kachels, maar als ik thuis een nieuwe kachel heb, ben ik daar 2 stookseizoenen mee bezig voordat ik weet hoe die echt brandt. Joh. Jij, dat, ja. Met al je ervaring. Ja, en dat heeft te maken met, de ene keer heb je berkenhout, de andere keer heb je beukenhout. Ja. Dan is de harde wind buiten, dan is het toch een beetje bedompen buiten. Ja. Dan heb je het ijskoud buiten, dan is het wat warmer. En je moet gewoon kijken wat die kachel doet en je moet er gewoon een sport van maken om hem zo mooi te laten branden als deze. Ja. En hier zie je dus ook gewoon 3 blokjes hout, wat nog geen kilo weegde. Hè. Dus, dus je bent nu gewoon heel lekker rustig mooi vuur aan het stoken. Ja. 800 gram hè, was het. Ja. Ja. En volledig vuur over de volledige breedte van de kachel. Nou, ja. Zo moet het. Mijn huis gaat er niet aan. Ingrid Wils heeft nog een vraag. Enige tijd geleden zag ik kleine vlammen boven in de haard. Aan het plafond, dus bij de vlambaas. En daar leek het net of dat vlamvatten omschrijven. Klopt. Dat is de tertiaire verbranding is dat. Waar zag ze vlammen? Boven in de kachel. Je hebt sommige kachels die zijn voorzien van, van 3 manieren van luchttoevoer. Dus primair noemen ze meer lucht via de onderkant, via het rooster. Dan heb je secundair, dat is lucht via de ruit. En dan heb je nog een tertiaire, dat is naverbranding. Dat wil zeggen dat er een extra luchttoevoer is boven in de kachel. Dus de gassen die onder in de kachel nog niet verbrand zijn, die krijgen naar boven in de kachel extra zuurstof en die verbranden ze alsnog. En dat doet een moderne kachel ook. Dus dat is niet erg? Nee, dat is echt niet erg. Dat is alleen maar goed. Maar dan heb je dus dat die echt alles verbrandt. Tja. En anders zou dat weer als onverbrande deeltjes door de pijp naar buiten gaan. Ja. Ik heb gewoon een witte herder die het lekker vindt om met deze buitentemperatuur... Die heeft ook als kik met de kachel. Die fik te gaan liggen. Ja. Nog een vraag. Bernhard vraagt, is het zinvol om een thermometer op de kachel bij te plaatsen in verband met de juiste stooktemperatuur? Ja, je kunt. Als je wilt weten of je aan de ideale stooktemperatuur zit, ik weet niet, hebben we zo'n thermometertje meegenomen? Nee, hè? Ja, hebben we wel bij. Ja, nou. In ieder geval, dat is gewoon een kleine thermometer, zo'n kleine ronde. En op die thermometer staat een schaalverdeling en die zet je 30 centimeter boven de kachel en dat is een magneetje. Pluk je op de, dus die kun je gewoon op de pijp klikken en dan staat hij in de juiste temperatuurbereik. Ga je stokje te rustig, dan geeft hij aan dat je cryosoortvorming hebt. Dus dan heb je een te lage temperatuur in de kachel. Ga je over het ideale stookgebied, dan zegt hij overheat het. En dan heb je kans dat die pijp achter de kachel roodgloeiend wordt. Maar hoe kan hij nou meet de temperatuur van de buis? Van de rookgassen, van de buis. Oh. En de rookgassen die door die buis gaan. Dat is grappig, ja. En het is gewoon een hulpmiddel om weer een beetje... Binnen de range te blijven. Binnen die range. Is. Ja. Ja, oké. Okay. Moet ik die aanschaffen ook? Nee, gewoon... ja. Ik weet nu hoe ik goed moet stoken. Ja, maar het is altijd een goed hulpmiddel. Ja? Ja. Oké. Okay. Als je een schorsinveer die van boven is aangesloten bij het ASBW, is dat goed? Ja. Weet wat? ASPB, Algemene Schoorsteenvegers Patroonbond. Dat is eigenlijk de overkoepelende organisatie van de goede schoorsteenvegers. En ga ook het liefst alleen in. Ja, doe alleen zaken met een ASPB aangesloten schoorsteenveger. Check of iemand aangesloten is. Er zijn ook heel veel schoorsteenvegers die vegen voor €30. En na 3 jaar opeens moet er een andere kap op. Of de lood is niet meer goed of zo. En dan ben je aan de beurt dan... Dan gaan ze die dure kap verkopen die normaal maar 60 of 70 euro kosten. En dan moet je er €300 voor betalen. Omdat dat allemaal alle minuut moet. Want nu zijn ze hier. En dus er zijn een beetje loesje schoorsteenvegers op de markt bezig. Ja. Dus let daar vooral op en ga niet meer zo wat kopen. En wat is een beetje een reële prijs voor een schoorsteenveger? Als je, een schoorsteenveger zal afhankelijk van hoe die veegt. Of die met hoogwerken komt of niet. Maar ongeveer rekenen op €70. Ja precies. Voor €30 kan echt niet. Nee. Nee. Voor €30 en er zijn ook schoorsteenvegers die woonachtig zijn in Brabant. En die komen dan hier vegen en die kunnen dan vegen voor €30. Ja. Nou, dan kun je op je klomp aanvoelen dat dat niet uit kan. Als jij
8 tot 10 adressen op een dag moet vinden. Je moet helemaal uit Breda komen. Dus nee. Op een gegeven moment zullen ze dat goed moeten maken door dure kappen te verkopen of allerlei douche dingetjes te moeten doen. Of van onderaf te vegen. En dan 5 minuten klaar, je 30 euro op tuk en weer door. Ja, oké. Helder. Aangesloten bij de vakvereniging. Ja. Ja, en dan onze andere vakvereniging NAK. Ja. Nou ja. Wij zijn dus aangesloten bij het NAK. En wat wil het NAK? Wij willen gewoon goede installaties in de markt zetten. Mm. Dus zorgen dat alles volgens de regelgeving is aangesloten en dat mensen gewoon plezier hebben van zo'n kachel. En als er wat is, kun je ook terugkomen bij zo'n NAK aangesloten dealer. Ja. Dus, mochten er problemen zijn, kun je ook altijd bij ons terecht. En wat ik zo straks ook zei, met gemeentes of wat dan ook. Dus daar staan we gewoon voor open. Wij willen echt dat de markt beter wordt. Hè? Ja. Dus ook de aandacht in de media over het slechte stoken. Ja, eigenlijk zien we dat niet als... Ja, het is wel een bedreiging, maar eigenlijk moeten we dat niet zien als bedreiging. We moeten meer zien als kans. Ja. Wij moeten mensen bewust maken van het feit... Goede kachel, goede installatie, droog hout, leren stoken. Hoef je eigenlijk niemand tot overlast te zijn. Nee. Kun je, nou ja, deze avond, deze stookavond, hebben we niet voor niks gedaan. Nee. Hè? Dat doen jullie ook om dat te verbeteren in ieder geval. Ja. Normaal gesproken doe je dat bij de Heidensmit in de zaak. Ja, daar hebben we een mooie ruimte voor. Kunnen we tussen de 40, 50 mensen in één keer. En dan doen we het aan de hand van een PowerPoint-presentatie. Geven we dan ook een stook aan. En dan kunnen mensen ook direct vragen stellen. Van Maar in verband met de corona hebben we het op deze manier gedaan. Nou ja, hartstikke leuk toch? Hartstikke leuk. Ik heb in ieder geval superveel geleerd ervan. Heb je alles kunnen vertellen wat je wilde vertellen? Ja, ik, volgens mij hebben we alles besproken. Ik weet niet of we via de chat nog andere dingen... Kijk, willen mensen nog meer of dieper op bepaalde dingen ingaan? We hebben het nu een beetje, toch wel met een helikopterview, zeg maar, alles besproken. Mm-hmm. En we kunnen nog dieper op dingen ingaan met uitmondingen, wat dan ook. Maar dan verzoeken we gewoon mensen bij ons in de showroom te komen. Ja. Liefst gewoon een afspraak maken. Dan hebben we gewoon ruim de tijd voor u om... zeg maar, dingetjes te behandelen. En weet u ook zeker dat u niet hoeft te wachten of voordat u geholpen wordt. Dus dat is gewoon het fijnste. En dan kunnen we gewoon een goed advies geven. Ja. Nou, ik ben er heel blij mee en ik ga onderstoken in ieder geval. Ik wil nog, we hebben nog een aantal vragen openstaan, maar die kunnen wij gewoon persoonlijk beantwoorden morgen. Eentje zit ertussen, die is wel erg belangrijk en die hebben we toch meegenomen. Dat is een vraag over het APCAT-filter. Ah, ja. Ik denk niet dat we daar heel diep op in hoeven te gaan, maar die moeten we zeker nu wel benoemen. We hebben hem ook bij ons. Je hebt hem meegenomen. Ja. Wacht, dan pak ik hem. Dan klim ik er even langs. Want ik weet welke het is. Tenminste, het zit hierin, hè? Ja, dat is die pijp, ja. Dat is die hele pijp. Ja. Nou, dit is een APCAT-filter. Ja. Dat is gewoon een katalysator. Waar komt die dan? Die zet je boven de kachel. Gewoon daar? Ja, direct boven de kachel. Eerst kun je er bovenop zetten. Nou, daar zit palladium in. En die palladium, dat is een edelmetaal. Dat is de werkende katalysatorstof, zeg maar, wat erin zit. En die verbrandt, zeg maar, de onverbrande deeltjes die, zeg maar, niet in de kachel zelf zijn verbrand, in die katalysator nog een keer na. Dus dan heb je bijna geen... Ja, de reuk wordt dan eigenlijk... Ja, is bijna te verwaarlozen. Dus als jij... Je moet wel al een goede kachel hebben. Ja. Hè, dus een eco-design kachel. En zou je denken van... Oké, ik wil echt alles doen om geen overlast te veroorzaken. Wat dan ook. En je hebt al die vier dingen wel goed voor elkaar. Ja. Als je nat hout gaat stoken, is dat ding natuurlijk zo vol. Hè, dan werkt er helemaal niks. Nee. Maar je moet alles gewoon goed voor elkaar hebben. En je zou dan nog een stap verder gaan. Dan kun je nog zo'n APCAT-filter ertussen zetten. APCAT. Maar en als je dit dan een tijdje hebt gebruikt en je haalt dit eruit, dan zit hier allemaal viezigheid in. Hier komt het grootste gedeelte verbrand, maar hij zal natuurlijk een keer gaan vervuilen. Ja. En je moet dit gewoon eigenlijk zien van, als jij dus de aslader van de kachel, als je een aslader hebt, dus gemiddeld één keer per week, aslader leeg maakt, moet je ook dit onder de kraan afspoelen. Oh, dat kun je gewoon afspoelen. Kun je gewoon afspoelen en dan zet je hem er weer in. Gaaf ding. Dus dat is dan weer een extra filter. Ja. Om nog beter te kunnen stoken. Dus ja, er is voldoende op de markt, zeg maar. Ja. Om, Maar het belangrijkste is gewoon eco-design kachel en die vier pilaren. Ja. Als je dat goed voor elkaar hebt en je zou nog een beetje problemen hebben, kun je altijd dit nog doen. Nou, als jij zegt van, ik hout stoken en ze klagen een beetje over de reuk of wat dan ook. Als jij beukenhout gaat stoken, beukenhout wordt geassocieerd met een aangename verbrandingsgeur. Dus dan zou je ook nog beuken
kunnen gaan stoken. Ja, kun je ook nog van hout wisselen om te kijken of dat helpt. Of dat nog een beetje ruikt beter. Dat nog een beetje helpt. En een apkatfilter. Nou. Ja, maar het belangrijkste is de kachel. En eigenlijk zou dat zonder filter ook goed kunnen. Ja. En dus uitmonding. De vier pijlers, als dat goed is, dan. Ja. Ja? Ja. Yes. Helemaal tevreden, heren. Ga ik een kopje koffie zetten of een biertje pakken. En de mensen thuis allemaal heel erg bedanken. Superleuk dat jullie keken. Ja, je kon zo niet op het terrasje zitten. Hè? En nu hebben we wat opgestoken. Super bedankt voor deze wijze lessen. Nou, heel leuk dat we het hier mogen doen bij jullie kachel. Helemaal goed. Nou, Niels. Kijk hoe mooi het die brand over volledig breedte. Ja joh, die brandt morgen nog. Ja, en op deze manier blijft hij ook mooi branden. Hè? Dus we kijken hoe lang dat nog geen kilo hout, hoe lang het dat mooi ligt. Ja, dat is ongekend. En een goede luchttoevoer. Ik heb echt heel veel opgestoken. Ik moet breder en ik moet langzamer en ik moet van boven naar beneden. Ja. De Zwitserse methode, vergeet het nooit meer. Ja. Dankjewel. Ja, zijn er nog vragen? Het kan altijd gesteld worden per mail aan info@heidesmit.nl en dan komen we daar toe. En langskomen bij de Heidesmit en je kan nu nog even vragen sturen. Ja, helemaal dus goed. Dus thanks. U bedankt voor het kijken en wie weet, tot ziens. Dag, stook ze. Tot ziens. Lekker.